Life in the flesh. Once again, you now rocking with the best. The Dolph Butt is in the building. Amsterdam City, stand up. Brakka. We hebben weer speciale gasten. De Guido Wijngaarden van de Bounce. En niemand minder dan de legendary First Black Miss Holland uit 1984. Yes! Nancy, Regio, welkom! Welkom bij de podcast waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat. Jazeker. Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging. Ja toch, we zijn er toch. En we having fun toch. Ik zit nog even te bouncen op die beat toch. Lekker. Shout out naar Valentin Pyrrell. Yes man, love man. Regio. Yes. Hoe ben je 2022 ingegaan? Lekker relaxed en easygoing. En met focus op wat komen gaat. En openstaan voor wat er binnen gaat komen. En alles over je heen laten flowen eigenlijk. Dat is heel erg mooi gezegd, jongen. Ja, ja, eigenlijk dat is het. Want meer kan je er niet van maken. Je kan het niet afdwingen. We hebben gezien hoe het de laatste paar jaar is gegaan. Juist. Dus je komt steeds tegen dingen aan waarvan je denkt van oké, wat moet ik hiermee? Dus je moet steeds weer anticiperen op de situatie. Juist. Dus zo ben ik ook 2022 ingegaan. Oké, top man. En Nancy, hoe ben jij het jaar binnen gegaan dan? Nou, ook relaxed. Want de yogalessen die zaten niet in. Tenminste, niet live. Dus aha, ik doe wel Zoom. Mm-hmm. Hele plannen al neergezet omdat ik tijd heb voor mijn olie. Mm-hmm. Pure olie waar ik mee werk. Dus juist, ik heb dingen, ook voor mijn team, van weet je wat we kunnen gaan doen. Dus ik ben eigenlijk heel lekker bezig om dingen neer te zetten voor wat er allemaal gaat komen. Okay, dus ik heb tijd nu. Gezellig, leuk, leuk, leuk. Luister, voor de kijkers die het niet weten, we gaan jullie informeren. We gaan jullie schoolen. Want we zitten met legendary people die een hele grote, belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze gemeenschap. Ik ga even beginnen met Regio. Regio, jij hebt veel meer gedaan dan dat ik weet. Waar ik jou van ken, qua gezicht, is dat ik zag jou vroeger altijd flyeren in de stad. En dan had jij een soort van stand-up comedy show, wat jij organiseerde. En je had iets van The Bounce. Ja. Yeah. Ik weet nog dat ik als jonge baller, in de building, dan naar de plekken ging, ja, waar jij comedians had uitgenodigd vanuit Amerika. Ja. En die dan een show kwamen performen. Ja. In de, hoe heet die bioscoop ook alweer, tegenover de Melkweg? In dat straatje waar wij vroeger... Was het movie? Waar we vroeger die films altijd keken, van E.T. en zo. En met Annie ben ik ook... Met je bedoelt Flora? Nee. City? Nee, niet de City, daar in het straatje waar die tram rijdt. Van de... Cinecenter. Nee? Van de Manningstraat, toch? Nee, van die politiebureau. Flora Palace werd, toch? Nee, Calypso. Want nu praat je over Calypso, toch? Calypso. Oh, Calypso. Calypso, ja, toch? Ja. Dan kan je me toch? Kan je nog herinneren dat jij daar iets hebt georganiseerd? Ja, ja. Heb jij er toevallig nog beelden van? Nee. Jammer, nee, jammer. Nee. Nou, in ieder geval, Regio, ik weet van jouw bestaan af van die tijd van jij organiseerde die Vissa's. Wil jij eventjes de kijker informeren over wat jij allemaal hebt gedaan in die tijdsgeest? Oké, wauw. Dan gaan we terug naar 95. Juist. En dat was dus de eerste The Bounce Party. Aha. En dat begon eigenlijk... het was bekend met die poster die we hadden. Dus zeg maar portretfoto's met zwarte mannen. Juist. Zonder brillen op, zwart-wit. Die hingen juist over de hele stad. Juist. En we wilden per se die party laten plaatsvinden in een locatie die mensen nog niet echt kenden. Yes. Destijds was het vooral Escape, The It. En wij deden het in Simon Likely 2. Oké, okay, ja. Ja, ja, bij de Dam. Ja, klopt. Nou, die avonden waren op een zondag en dat liep als een gek. Ja, en dat was een groot succes. Hebben jullie toen destijds ook live acts uitgenodigd om te performen? In het begin, nog niet. Mm-hmm. Waren het lokale jongens, weet je. Sugar Ranking. Nog een paar van die van de gasten rappers. Juist. Af en toe kwamen, als ze een show hadden gehad, kwamen de artiesten langs. De Fugees, Das FX. Gruwelijk. Weet je. Die kwamen dan zeg maar als VIP bij jullie in The Bounce gewoon te precies, chillen. Ja, 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 ja. En we hadden altijd van die jam, de spontane jam sessies. Dus de Ragamuffin
mensen met de hip-hop en R&B, zoals Corey, Dignity, weet je. Juist. Dus die mensen, die gingen allemaal met elkaar jammen, gewoon spontaan. Dus we gaven ze microfoons en de DJ zette instrumentalen op en dan gingen ze jammen. Dus dat hadden we elke editie. En op een gegeven moment gingen we dat in andere steden doen. Arnhem, Utrecht, Rotterdam, Nighttown. En vandaar dat hebben we het platform helemaal uitgerold. Want we wilden eigenlijk, want daar komt het op neer. We wilden de black culture naar een next level brengen. Juist. Maar niet alleen muziek. We wilden eigenlijk in een hele brede zin. Wilden we laten zien van hey, er zit zoveel potentie in ons. Juist. En de lifestyle hip-hop culture is zo verbindend. Juist. En is en grensoverschrijdend, maar ook cultureel overschrijdend. Juist. En is per definitie een verbindende cultuur. Mm-hmm. En dat wilden we zichtbaar maken. Dus niet alleen op muziek gericht, want dat was het vooral in Nederland. Hè. Er werd heel beperkt vanuit de media over gedacht. Want het is en voor, zeg maar, voor de kansarme jongeren of voor de zwarte jongeren alleen maar. Weet je, ja, zo maar werd... ze zagen ons ook niet als markt. Hè? Want nee. In 1995 waren we toen bezig met Roof. Roof, ja, klopt. Ja, ja. Multicultureel. Klopt. Even in het kort, Roof magazine, voor de mensen die het niet weten. Wat voor soort magazine was dat? Nou, het was dus een glossy. Mm-hmm. Maar het was dus echt voor van wit tot zwart en alles ertussenin. Juist. Dus zelfs toen de tijd, ze zagen ons niet als markt. Nee. We hebben toen ook daarvoor eigenlijk hadden we een blad Dignity waar we mee bezig waren. Dat was nadat ik Miss Holland was in 84, 85. Maar we kregen gewoon geen mensen. Want ze vonden ons, ook toen met Roof, vonden ze ons radicaal. Ja. We waren niet radicaal. Mm-hmm. We lieten ons gewoon altijd zien. Weet je, wat er in de wereld in Nederland leeft, dat lieten we zien. Ja. Maar bijvoorbeeld, ze hadden ook met advertenties van lezen gekleurde mensen wel. Mm-hmm. Dat je mensen die voor ons acquisitie moesten doen, hè, dus reclame moesten. Yeah. Dat je bijna wilde zeggen, nee, we zetten nog een kruisje of een vingerafdruk. Yeah. Weet je, daar werd je gewoon geïrriteerd op. Yeah. Dus ze zagen ons niet als een markt. Mm-hmm. Dus wat jij hebt gedaan, het is zo gigantisch geweest. En wat wij toen op onze manier dan ook hebben gedaan als glossy en weet ik veel. Yeah. Maar voor ons was het gewoon, omdat een blad leeft van de reclames, was het niet te doen. We konden niet overleven. Precies, Ja, ik ken dat probleem toen nog, Ja. Dus ja, dus dat is wat we eigenlijk zichtbaar wilden maken. En het platform zodanig, want de bounce moet je zien als een platform, zodanig neerzetten. Nou, dus dat alle stakeholders die je daarbij nodig hebt om een markt of een sector te laten groeien. Dus dat zijn adverteerders, zijn mediapartijen, zijn podia. Dat zijn de mensen die het doen, dus artiesten voor en achter de schermen. Daar allemaal baat bij hebben. Juist. Nou, als ik je zeg, jongen, dus dat businessplan wat toen is geschreven... En dan heb ik het over 94, 95, nu nog steeds actueel is. Ja. Zo langzaam gaat het dus in Nederland, weet je, voordat die markt zich ontwikkelt. En als de social media er niet was geweest, had de officiële top 40 lijst had nog steeds op nummer 1 Frans Bauer gestaan. Echt, in plaats van Frenna en weet ik veel wat die al die streamings dingen laten exploderen. Ik heb toen de tijd, ben ik echt bij alle bureaus langs gegaan en gezegd, kijk, dit is wat we willen. En dan liet ik advertenties zien, zeg maar, van Amerikaanse bladen. Revlon met van wit tot zwart, Chinezen, Hispanics, van alles ertussenin. Dan zei dus bijvoorbeeld Revlon, die zei van, wij hebben die lijn niet. Ik zeg, ga niet om die lijn. Het gaat niet om die lijn, het gaat om het plaatje wat we willen laten zien. Ja. Juist. En alle bureaus, die kwamen toen bij mij van, we hebben nu een mooie Marokkaanse voor ons staan hier. Mogen we naar je toe sturen? Want ik deed een mode en beauty redactrice was ik. Ja. Mooie Chinezen. Ik kreeg gratis modellen vanuit België en Duitsland. Zelfs Frankrijk. Dan betaalde wel hun reiskosten. Want een nieuw blad heeft geen geld. Juist. Maar ik zorgde ervoor dat er een goede fotograaf was. Een goede fysicist, een goede stylist. Mooie meiden, mooie jongens, mooie producties deden. Dat iedereen, die had aan werkmateriaal. Want ook als model, hoe kom je aan werkmateriaal? Inderdaad. En ze had, je moet wel werkmateriaal. Hoe kom je eraan? Dus daarom kregen we gratis modellen. Maar dat was toen die tijd, wat nu dus nog steeds speelt. Mm-hmm. En ik bedoel zelfs dat ik 17 was en als model ging werken. Mm-hmm. 41 jaar geleden. Ja. En dat ze dan zeiden van, maar... weet je, bijvoorbeeld ook met skikleding. Zwarte mensen skiën niet. Ja, dus hadden ze mij niet nodig. Ja. Of één keer en dan niet meer. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, hebben de gekleurde mensen toen in die tijd zich gratis... gegeven of hoe kan ik dat vertalen? Gratis verleend? Of? Gratis. Maar ze kregen dan wel goed werkmateriaal. Het was wel, het was niet zo van, ze doen iets en ze... Want ik zorgde ervoor, daarom kreeg ik ze overal vandaan. Want ze hadden zelf geen werk, toch? Ze hadden zelf echt geen werk. Pas als ze dan werkmateriaal... Ik zag bijvoorbeeld bepaalde mensen die eerst niet werkten.
plotseling gingen werken omdat ze nu werkmateriaal hadden en mooi werkmateriaal. Ja. Juist. Ja. Dus hun hebben bijgedragen eigenlijk aan de uitstraling en de identiteit van wat we nu de dag van vandaag zien. Ja. Klopt. En dat is de reden waarom ik jullie alle twee heb uitgenodigd, omdat ik dat aan de nieuwe generatie wil meegeven. Dat er voor hun een hele strijd gevoerd is. Ja. Ja. Waarvan dat niet alleen maar bestaat uit rappers die aan het rappen waren voor niks. Mm-hmm. Maar dat er ook op verschillende facetten in deze industry er werd geknokt voor werk. Ja. Om gezien te worden, om gehoord te worden. Klopt. En het was gewoon, en dat heb jij natuurlijk ook gehad, op de achtergrond mensen die je niet zag. De fysicist, de stylist, de fotograaf. Yes. Ik bedoel, wij zorgden zoveel mogelijk van verschillende nationaliteiten, mensen ook op de achtergrond. Dus niet alleen dat je dan ook een keer een gekleurd iemand op de voorkant zag. Nee. Of wat ze ook zeiden. Wat ze zeggen, maar zelfs nu nog zeggen, bijvoorbeeld zwarte mensen op de cover, dan verkoopt het wat minder. Ja. Dus denk ik van, of dan zeg ik ook, vooral op mijn Facebookpagina, dan moet je zorgen dat ze meer te zien zijn. Ja. Want dan gaan mensen wel kopen. Ja. Want als je ze één keer in de zoveel tijd een keertje laat zien, dan denken ze, laat die maar liggen, dat nummer. Precies, precies. Ja. Maar als de gewoonte is om vaak zwarte mensen op wie dan ook, Chinezen, Hispanics, Marokkaanse, Turk. We hebben de mooiste mensen. Weet je, laat ze zien. Ja. Juist. Laat ze zien. En als het meer gewoon wordt, als jij laat zien dat het gewoon wordt, dan. Klopt. Maar ja, tegelijkertijd klopt die stelling ook helemaal niet. Nee, zwart verkoopt niet. Want op het moment dat er een zwart op de koffer staat, of op het moment dat er een zwarte Marvel film is, dan verbreekt het. Het was eerder wel zo. In die okay. Op de covers, als er op de cover een donker model, maakt niet uit welke kleur, dan werd die minder verkocht. Terwijl de donkere mensen zijn de mensen die het meeste geld uitgeven aan kleding en aan allerlei sieraden. Ja. In de beelden! Ja, is raar, hè? En huidverzorging, noem maar op. Ja. Dus dat, man. Ja. De Guyo, de bounce, de comedy. Waar kikte dat opeens in? Want ik kan me herinneren dat ik eigenlijk mensen die later heel erg groot werden in de States, die heb ik bij jou gezien in de show. Mm-hmm. Klopt, ja. Dus we wilden zeg maar die hele lifestyle laten zien. Dus we begonnen met muziek. Mm-hmm. Toen zijn sport gaan doen, basketbal. Juist. Met de Nederlandse Basketbalbond. En toen in 1997 zijn we begonnen met comedy. Juist. En moet je nagaan, 97, dus je praat nog in de VHS-tijd. VHS, man. Je praat nog in de video VHS-tijd, net de opkomst van CD. Juist. En iedereen kende die shows van Eddie Murphy, van de tapes. Raw Delirious. Chris Rock was een beetje bekend. En Def Comedy Jam, vanuit Amerika. En Def Comedy Jam was de grootste stroming, zeg maar, waar je dus je multiculturele en zwarte comedians zag. En voor de rest zag je ze niet. En naar aanleiding van dat voorbeeld wilde ik dus zo'n show ook hier doen. En ik heb zeker anderhalf jaar met alle theaters in eerste instantie in Amsterdam gebeld. Niemand wilde het hebben. Niemand vond van nee, dat past niet. En in het begin in Nederland had je geen comedy in theater. Hè? In Nederland had je toen destijds comedy in comedycafés zoals je Tomler hebt. Ja. En af en toe had je een bepaalde stroming die naar het theater toe ging. Maar het was niet zo groot als nu. Yes. Maar ik wilde het per se in een gerenommeerd theater hebben. Yes. En ik werd veel weggewezen van oké, probeer het eerst maar in Theater de Nes bijvoorbeeld. 200 stoelen. Yes. Maar ik wilde gelijk wat groter. 600 stoelen, 800 stoelen. Yes. En toen kregen we via een impresariaat kregen we ingang bij de Lamar Theater, ook bij het Leidseplein. En het theater dacht van joh, maar het is Engelstalig, is dat niet een te hoge drempel? En het is, jullie bereiken voornamelijk ook niet alleen maar wit publiek, hè? Heel voorzichtig gezegd. Ja, precies. Ja. Heel zwarte mensen. Ja. Dus ik had zoiets van, hey, Engelstalig, daar zijn we mee opgegroeid, dus dat is geen probleem. En ik wilde het per se niet in een club doen, want destijds bereikten we voornamelijk mensen met een gemiddelde leeftijd van 25, 27 jaar. Ja, en die gingen niet naar het theater, want je had niks te zoeken bij Joep van het Hek of bij. En Jürgen Reimer was nog niet in Nederland. Jetty Materijs speelde volgens mij nog niet echt in die theater samen met cabaret-shows. Dus ja, er waren geen andere voorbeelden. Maar ik wilde het publiek juist meenemen van het club en bioscoop uitgaan naar het theater ook. Juist. En een andere ervaring. Nou, en het eerste weekend was gelijk uitverkocht. Juist. Weet je, en dat waren inderdaad, we boekten dus comedians vanuit die Def Comedy Jam stroming. Die boekten wij gewoon, die haalden we dan over. Kan je een paar namen noemen? Dion Cole, die nu bekend is van Blackish bijvoorbeeld. Yes. J.B. Smooth, die nu ook in die Spider-Man film zit. James Stevens III. Tony Woods, eigenlijk Dave Chappelle,
Tony Woods is het voorbeeld van Dave Chappelle. Want Dave Chappelle was toch ook gekomen? Nee, Dave Chappelle niet. Nee. Die wilden we eigenlijk de eerste show hebben. Maar ik weet niet wat daar toen mee was hoor. Toen was hij nog betaalbaar trouwens. Ja. En Chris Rock, heb ik Chris Rock? Nee, Chris Rock is nooit geweest. Maar nee, ik weet dat die twee, dat er om gevraagd werd, zeg maar, in die tijd. En ik kan me nog wat gesprekken en scenario's voor mijn neus zien. Maar ik weet het verder er niet meer van. Ja. Dus, dus we hebben een aantal namen gehad hoor, die nu in veel films spelen. En op een gegeven moment hebben we dat in Amsterdam gedaan. En vervolgens in meer dan 12 steden in Nederland en in Antwerpen, Duitsland. Ja. Top. Ja, en haalden dus die communes over. En het werkt nog steeds. Het gaat nog steeds lekker. Ja, en in 2000 zijn we begonnen met film. Daar gaan we straks op komen. Maar nu ga je het een grote sprong nemen. In the building! Yes, Nancy. Los van dat je mijn zus bent... Oudere zus. Ik heb zijn luiers geschoond. Flesjes gegeven. Ja, dus je weet toch, dus jullie kunnen het echt van de eerste hand horen hoe lastig ik toen al was. Maar... En hij was lastig, geloof me mensen. Ik hield voor hem hoor, van dag 1. Ik ben 10 jaar ouder. Maar... Ja toch? Wat ik zo dope vind is dat, kijk, ik ben heel erg trots op wat je allemaal hebt gedaan. En dat je altijd, weet je... bewoog en je dromen bent gaan najagen. En heel erg verstandig altijd heb nagedacht over de stappen die je hebt gemaakt. Mm-hmm. Ik wil voor mezelf en voor de kijker die het niet weet, om jou de credit te geven die je verdient, even teruggaan naar de aanloop van het hele traject waar je doorheen bent gegaan naar Miss Holland toe, naar de Miss Universe verkiezing en wat zich daarna heeft afgespeeld. Toen ik nog klein was en helemaal nog niet besefte eigenlijk wat er gebeurde, zag ik jou alleen maar soms... Oh, wacht even. Een beetje emo. Zag ik jou soms, je weet toch, zingen. Mm-hmm. Je weet toch, vroeger had je toch 12 albums, mm-hmm. vinyl. Yeah, en dan haalde je vinyl eruit. Yeah. En dan had je altijd die teksten van die nummers, je weet toch? Yeah. En dan ging zij die liedjes memoriseren, zeg maar. Yeah. En dan ging ze die liedjes meezingen. Yeah. Dus dan zat ik altijd met mijn moeder, je weet toch? Yeah. En mijn broer zo. Zat te kijken naar haar, hoe ze dan de liedjes ging zingen, je weet toch? Yeah. En dus dat beeld zag ik even voor me, je weet toch? Ze hadden even emo dingetje. Maar toen was je al heel erg bezig in de scene. Want je danste. Mm-hmm. Ja. Later pas begreep ik dat je ging toeren met dansen en zo. Ja, ik was heel jong. Kan je ons eventjes terugnemen naar die tijd dat je zeg maar zo jong was en dat je begon met dansen en hoe je vanuit het dansen naar modellenwerk bent gegaan? Take us back. Ja, normaliter vind ik dat geluidje heel irritant. Hè? Oh, maar dit is zo lang geleden dat dit geluid hoort er niet Maya bij, geloof erbij. Me. Ja, toch? Bring us back to memory lane. Ja, dus toen ik jong was, danste ik al. En ik weet nog, ik zat toen had je nog klas, hè, vijfde klas. Ik was 10 jaar oud. En ik leerde mijn vriendin bumpen. Yes. En toen hadden we een invaller qua docent. En zij was dansdocent. En dus zij zag mij dansen en zei van, ik geef les. Wil je bij mij op les komen? Dus ik ben bij haar op les gegaan. We hebben toen nog een jaar eerst in Suriname gewoond. Van mijn 10 tot mijn 11e. Dan was jij 1 daar geworden. Toen zijn we teruggekomen naar Nederland. Mm-hmm. Ben ik weer bij haar gegaan. Maar dansen ging me heel goed af. Jazz, deed ik. Ja. Het ging me zo goed af. En ik was lang. Dus wat gebeurde er? Zij gaf al shows in België en Duitsland. En dan mocht ik mee. En dan belde ze mijn moeder op van mag Nancy mee? En dan haal ik haar netjes thuis op. En ik breng haar later ook weer netjes thuis terug. En ik hou haar in de gaten. Er gebeurt helemaal niks raars. Maar hoe ging je naar België en Duitsland? Dan met de auto of met de plane? Ja, dan haalde zij ons dus op. En dan gingen we. En de rest van die meiden waren allemaal 17, 18, zo niet 19. En ik was 14. Wow. En dus dan haalden ze me bij ons thuis op. Ja. En met een busje. En dan reden we naar België of Duitsland. En een hele grote show stond er dan in te dansen. Voor televisie en noem maar op. En zo kom ik ook weer thuis. Ik bracht ze weer netjes naar huis toe. Dus ik was al heel jong bezig met dans. Toen was ik daarvoor eigenlijk, dat ik het jaar of 12 was, toen zag ik de Harlem Dancers doen klassiek ballet op George Benson. Oh, mijn god zeg, ik dacht dat wil ik ook. Ja. Toen ben ik heel hard klassiek ballet, maar ik had een hele goede dansdocent al, een Amerikaan, die heel goed was in de opwarming. Maar eigenlijk vanuit klassiek ballet. Mm-hmm. Dus ik had wel een hele goede basis.
na 3 maanden, 3 dagen in de week klassiek ballet hebben gedaan, moest ik auditie doen bij Nel Rose Dans Academie. Nel Rose is later Scapino overgegaan, volgens mij. Stond ik daar met allemaal hele schattige kleine meisjes, ik lang. Maar ik wilde de show musical komen, maar ik wilde wel klassiek ballet doen. Mm-hmm. Ik ben aangenomen, zo ben ik eigenlijk in de dans. Dus ik zat op de Technische School voor Mode en Kleding. Na mijn school moest ik dan 3 keer in de week moest ik dan naar de academie voor klassiek ballet en jazz en nog ander karakter. Van daaruit ben ik gevraagd ooit voor een modeshow. Nog met mijn dochter de vader. Mm-hmm. Eerst een modeshow gelopen. Daar was een visagist die vroeg, ik heb een andere show in Vinkeveen met allemaal bekende Nederlanders. Wil jij meelopen daar? Zo ben ik daar ingerold. Toen waren er zoveel bekende mensen. Er waren journalisten en weet ik veel. En ik liep anders. Omdat ik van mijn dansachtergrond had, toch? Ik liep niet als een model toen. Ja. Ik liep meer met me. Dat hoorde ik later ook bij de verkiezingen in Amerika. Nu hoor ik van mensen van, hoe jij liep, zo zijn al die meiden erna gelopen. Ja. Jij hebt een hele trend neergezet. Ja, ja. Mm. Want ik wist hoe ik wist hoe ik mijn lichaam moest dragen, toch? Dus maar om terug te gaan, zo ben ik toen kwam. Heb ik die show gedaan. Toen zei ze, je moet een modellenbureau doen. Kwam ik bij Oela terecht in Amsterdam. Oela is een modellenbureau? Oela is een modellenbureau. Oela Morals. Oela leefde zelf toen nog. En zij was een vrouw. Zij was ook het enige model wat 3 zwarte modellen had. Nou, dat was echt heel veel. Want normaliter was er 1 model. En als je dan binnenkwam met je fotootjes, dan was ze van, we hebben er al 1. Ja, terwijl je dan zag je een muur vol met blondines en brunettes en noem maar op. Ja. Maar 1 zwart model. En Oela die had 3. En Oela die was ook, die had echt een hekel eraan dat mensen zo waren. Weet je? En dus zij was er zo wars van. Dus zij was een soort van moeder ook, tweede moeder geworden voor mij. Want ze was zo lief en zo supportive in wat ik ook deed. En zo trots, zelfs met Roef. Zij waarschuwde me ook van, je hebt zo'n naam opgebouwd. Wees voorzichtig dat er geen misbruik van je gemaakt wordt. Ja. Ook in deze scene. Mm. Is dat Pearl ook daar? Nee, Pearl is dat ergens anders. Okay. Nee, ik weet Model Promotions had volgens mij Pearl. Okay. Of Euromodels. Pearl was trouwens ook bij de Miss Holland verkiezing. Anyway, via dans. Dus via dans kwam ik in het modellenvak terecht. Dat en ik ging gelijk veel werken. Ik had wel, deed Willem Ruijs shows, deed Topop ook hier in Nederland. Maar ja, dat verdiende Willem Ruijs show. Was de hele week repeteren voor 125 gulden. Huh? Ja. En dat was bij Oela mijn uurloon. Mm-hmm. Dus ja, de keuze was snel gemaakt natuurlijk. Dus ik ging mijn modellen ding doen. Mm-hmm. En ik kon meer reizen en wat meer zien van de wereld. Dus oké, ik ben model. Ik ben vanaf mijn 17e model. Vanaf mijn 17e werd ik model. 20 word ik gevraagd met nog meer modellen, onder andere Pearl. Doen jullie mee in de Miss Holland verkiezing? Want ze kwamen meiden tekort. Mm-hmm. Het was op dat moment de feministische periode. Meedoen aan een misverkiezing was not done. Mm-hmm. Het was een stille periode en we zouden gaan dansen. Hé. Hey. Dan heb je me toch. Hey. Ik heb tijd niet gedanst. Ik doe mee, tuurlijk. Ja. Nooit verwacht dat ik zou winnen. Zelfs mijn vriend was er niet. Mijn moeder was er met mijn zus. Mm-hmm. Maar de rest, ik had niemand gevraagd. Ik dacht, weet je, ik ben daarna gaan gewoon weer naar huis. Ja. Ik had nooit verwacht. Maar ook daar, omdat ik dus mijn dansachtergrond had. Ik wist al hoe ik moest lopen. Weet je, ik wist hoe ik een podium moest, mijn lichaam moest dragen op een podium. Je bedoelt, je praat nu over het moment dat je meedoet aan de Miss Holland verkiezing. Ja. 1984, ja. En achteraf was het niet de bedoeling dat ik zou winnen. Dus degene die dus de juryleden waren allemaal mensen uit het vak. Dus die hadden voor mij gekozen als de nummer 1. Allemaal, hoorde ik. Hè? Yeah. Achter wilde diegene die toen in handen had, die wilde het omzetten dan naar mijn nummer 2. Wow. Dat zij zou winnen. Wow. Maar de sponsor en Ron Brandstede. Juist. Ron Brandstede is natuurlijk ooit getrouwd geweest met Petit Bart. Oh, ja. Dus die houdt ook niet van deze dingen. Juist. Die zeiden, nee, de jury heeft voor haar gekozen, dus zij gaat winnen. Juist. Ja. Dus zo heb ik gewonnen. Dat die mensen zijn voor me gaan staan. Shout out naar Ron Brandstede. En de sponsor, de Pink Elephant. Yes. Weet je, die zeiden, nee, dit is wat gekozen is. Dus dit gaat winnen. Ze hebben voor de rest niks voor me gedaan. Die vrouw het hele jaar niet. Mm-hmm. Ik heb alles zelf moeten doen. Ik heb daardoor ook helaas dingen misgelopen. Mm-hmm. Want mijn eerste verkiezing, wat eigenlijk heel dom was, is de belangrijkste verkiezing. Dus ik heb in mei gewonnen. In juni moest ik naar Amerika. Voor bijna 4 weken. Ja.
Er werd me niet verteld wat voor kleding ik mee moest nemen. Er was me helemaal niks uitgelegd. Ik kom niet uit die wereld. Weet je, we zijn niet in een Hispanic land waar ze van kleins van weten van hoe dat eruit ziet en wat je moet doen. Yes. Wij hier in Nederland en ook voor de rest van Europese landen, Scandinavische landen, wisten ook allemaal niet. Hè, Rosie, wat gebeurt er hier? Ik had bloeddure jurken van Vongleng bij me. Grote ontwerpse Vongleng. Die jurken die waren duizenden euro's. Maar geen jurk voor een misverkiezing. Ja. Maar die vrouw had me niks verteld. Dus ik heb in Amerika een jurk ontworpen. Was in Miami. Een Hispanic mevrouw heeft die jurk voor me in elkaar gezet. Mijn chaperone heeft me toen het hotel uitgesmokkeld. Voor de Miss Universe verkiezing. We mochten helemaal niet, hè? Zo. Zelfs mijn vader die kwam me halen. Een keer om me uit eten te gaan. Hij moest ik weet niet hoeveel papieren ondertekenen. Dat hij mij mee mocht nemen. En dat de Miss Universe verkiezing niet verantwoordelijk was. Yes. Ik had daar zoveel interviews. Omdat ze dachten dat ik heel hoog zou eindigen. Het was ook het jaar dat Vanessa Williams was Miss America. Ja. Maar wanneer was nou het moment dat jij in die clip kwam met Billy Ocean? Dat was nadat ik de Miss World verkiezing had gedaan. Dus ik doe eerst een Miss Universe. maar weet je, mensen mochten ook je niet zomaar benaderen. Dus ik hoorde van mensen van wilden met me werken. Maar omdat ik dus niemand had daar die me representeerde, dus waar ze contact mee op konden nemen, gingen gewoon allemaal dingen aan me voorbij. Ja. Slechte coaching. Gewoon. Ja. Hele slechte begeleiding. En ik bedoel, ik heb daar vanuit hier, moet gewoon, moet willen. Er moet gewoon. Iemand, ja, tuurlijk, ze wilden gewoon niet. Ze wilden niet. Achteraf heeft ze wel toegegeven dat ik de beste Miss was die zij had gehad op dat moment. Juist. Later is Angela Visser, die is toen Miss Universe geworden, dus die heeft het beter gedaan. Ja. Ik was daar wel bij de finalisten, bij de semifinalists. Ik was daar nummer 6 van de 3 of 84. Ja, geweldige tijd gehad hoor. Nog contact met bepaalde meiden van nu vrouwen, natuurlijk allemaal volwassen vrouwen. Daarna doe ik de Miss World verkiezing, is in Londen. Londen is maar 2 weken. Mijn moeder is gekomen, mijn zus, mijn vader. Bijna hadden ze nog gemist, want er was een probleem met het vliegtuig. Dus ik kwam op het laatste moment binnen. Moet je net mama hebben. Ja. Helemaal zenuwachtig. Ja. Want ze gaat de dochter missen, toch? Ja. En daar, na de verkiezing, ik was daar 70 van de 73. Mm-hmm. Een van de juryleden was Ole Cassini. Ole Cassini, hele grote ontwerper in Amerika. Hij ontwierp voor Jackie Kennedy, First Lady. Vrouw van John F. Kennedy. Nee, niet de minste. Die pilboxhoedjes met die mantelpakjes. Ja, ja. Hij komt woedend naar me toe, naar de verkiezing. Hij zei, I voted you as the number one. And we all voted similar. At least you should have been at the last 3. Wow. And they don't have to ask me anymore. I'm not coming here. I'm not a puppet. But I want you to work for me. Dus wat gebeurt er? Ik word ingevlogen na mijn periode. Alles is geregeld, hè. Het was ook gezegd, je wordt opgehaald van het vliegveld. Dus ik kom aan, staat daar een meneer met een pet, pak aan, bordje in zijn hand met mijn naam erop. Dus oké, ik loop naar die man toe. En hoe oud was je toen? 21. 21, zo. Wow. Oh, en daarvoor had ik nog de Billy Ocean gedaan, die vertel ik zo. Yes. Anyway, die man die neemt mee, haalt mijn koffer uit mijn hand, terwijl ik denk, oudere man... Je moet ik die koffer niet zelf dragen, is een jonge chick. En ik kom aan bij een stretch limo. Stretch limo hadden we nooit gezien. Ja. Hier in Nederland. Alleen op televisie. Dallas en Dynasty. Dallas, dus ik... Oh man, als ik toen een telefoon had gehad. Ik had foto's gemaakt van mezelf. Ja. Met champagne was er. Er waren chippies en dingen. Weet je, ben je 21? Dus zo kwam ik in New York. Juist. Ik kwam in een appartement terecht van die man die had vol gasten. En als zijn dochter in New York was. Mooie buurt, 63rd Street tussen Madison en Park. Mm-hmm. Alleen er was niks, er viel niks te beleven. Mm-hmm. Dus, want het was te chic, weet je, upper class. Dus op een gegeven moment ben ik in een bloedmooi appartement bij een Nederlands meisje gaan wonen. Want ja, je hebt heel vaak roommates daar, omdat de huur zo duur is als je in Manhattan zit dan. Maar de 3 portiers, als iemand binnenkwam, dan moest ze eens naar de portier, werd gebeld naar boven. Mogen we diegene naar boven laten? Ja. Ik was zo verwend. Ik kwam in een wereld terecht die was anders dan dat van mij. Okay, maar we gaan nog even terug naar de mis, naar Billy Ocean. Wil je het toch wel iets over hebben? Ja, even die Billy Ocean en dan ga ik inspringen op iets. Want dan ga ik die kijker even naar de andere chapter nemen. Oké. Dus ik doe de Miss World verkiezing. En daar de choreograaf, die kwam al tijdens de verkiezing naar me toe. Ik ben bezig met een project voor Billy Ocean. Ik wil jou ervoor hebben, zou je het willen doen? Ik zeg, ja, als ze me willen hebben, ja, waarom niet? Dus ik ben in Nederland, ik word gebeld. Je bent erbij.
Nice. Billy Ocean heeft een nummer. En ze heet Mystery Lady. En jij bent een Mystery Lady. Wauw. Dus ik kom in Londen aan. Die dag werk ik op vrijdag was het van 4 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Allemaal oude mensen die je decor en alles aan het opbouwen waren, noem maar op. Nadat ik wegging, gingen zij nog alles afbreken en weer opbouwen voor de volgende dag. Oké, volgende dag. Begin om 8 uur, 7 uur 's ochtends. En Billy Ocean, geweldig, hè? Super aardige man. Ik bedoel, gek van zijn familie. Mooi mens. Heel bescheiden. Ik kwam ook steeds checken of het goed met me was. Hey, ik had mijn eigen stylist. Ik had mijn eigen visagiste. Eten, alles was er. Ik had niks te klagen. Mm-hmm. We hebben gewerkt van 7 uur 's ochtends tot de volgende ochtend. 8 uur. Wauw. Zo. Okay. Maar omdat alles was anders, toch? Het was niet... Alles duurde een eeuwigheid voordat het licht goed stond. Yes. Weet je, alles moest perfect. Juist. En er werd niks kon bijgewerkt worden. Ik weet nog, ik ben toen die dag... Toen vloog ik terug. Ik had eigenlijk mijn spullen gepakt in het hotel. Want ik dacht, als ik nu ga slapen, dan sta ik niet meer op. Yes. Ik ben gelijk naar het vliegveld gegaan. Ik heb een vliegtuig gepakt naar Nederland op zaterdag. Ik woonde in de Pijp, Jan Steenstraat, Vindenbosch-Safaripark. Er was geen plek te vinden met mijn auto. Ik kon niet parkeren. Ik ben naar mijn schoonmoeder gereden in Noord. Ik ben daar in bed gesprongen. Yes. Kijk, en nu moet je begrijpen voor de mensen die niet weten wie Billy Ocean is of was. Ga gewoon sowieso die link checken in de omschrijving van dit filmpje. En dan ga je zien wie Billy Ocean was. Dan ga je ook mijn zus zien in die clip. Maar wat het dope is... En wat ik ook met jou wil delen, is dat in die tijd dus, ben ik nu een jaartje of 12. Dus ik heb een zus, die komt op Sky Channel. Ja, toch? Want Billy Ocean, zijn videoclip, kwam op Sky Channel. Dat is gewoon de MTV uit die tijd, zeg maar. Ja, toch? Dus ik zit zo, denk ja man, tof man. En ik ben maar aan het beatboxen, en ik ben maar aan het rappen. En op een gegeven moment, doordat mijn zus die populariteit kreeg, nam zij mij mee naar... Moeder Anne, een modellenbureau. Oh, ja. Naar een casting eerst? Nee, we gingen eerst eventjes gewoon bij moeder Anne, want jij moest iets regelen. Ja, en toen zei ze tegen maar mij... Maar dat was van een casting. Dus, okay. En jij was mee. Ik moest op jou passen eigenlijk. Ah. En ik had je meegenomen. Oké, zie je. En toen zei je van, ja, ik kan ook heel erg leuk dansen hoor. En toen zei ze van, oh ja, kan je leuk dansen? Ik zei van, ja, je hebt mijn krulletjes, weet toch? Dus toen gingen ze een soort van breakdance liedje opzetten. En ik begin meteen schokken, meteen voorop. En meteen breakdansen. En ik werd meteen aangenomen. En diezelfde week kreeg ik mijn eerste reclamespotje. Die je kon doen voor pizza kweeksaus. Mm-hmm. Okay. En toen verdiende ik al 750 gulden. Yes! Independent! En dat is heel veel geld voor een jochie van 10, 11 jaar. Je weet toch die... Nou, ik was ouder. Nee, ik was 12, 11, 12 zo. Dat is heel veel geld voor zo'n klein jochie, weet je. En ik heb daarna nog meerdere reclamespotjes mogen doen. Maar je hebt ook gewoon tegen goede dingen nee gezegd. En nee, ik heb geen zin. Oh ja? Echt, ja. We hebben echt heel veel gevraagd. Shows gedaan in Duitsland. Ja, en ik ook in Frankrijk heb ik een mooie show gedaan. Was mama nog mee geweest? Ja. Voor Max en Armani. Ik heb gewoon veel dingen gedaan. Mm-hmm. Hè? En daarom wil ik een shout-out geven aan Esteka. Want Esteka ben ik daar tegengekomen. Maar die was ook eigenlijk een modelletje. Ja, okay. Mm-hmm. Jij toch? Maar het mooie is, ik ga fast forward nu. Is dat ik word wat ouder. En mijn zus, je weet toch, die doet modellenwerk. Is in en out. New York, dit, zus, zo. Bam, bam, bam. En zij ontmoet Russell Simmons. Def Jam. In the building! Dus ik denk... Je weet toch, omdat ik altijd alles voor elkaar kreeg altijd. Ik dacht, oh, mijn zus gaat wel met Russell Simmons praten. En dan komt het goed. Dan krijg ik wel mijn record deal bij Russell Simmons. Die is er natuurlijk nooit niet van gekomen. In the building! Maar in ieder geval had ik wel die droom en die vuur. En die belief dat ik via mijn zus bij Russell Simmons kon komen. En hij zou wel heel erg... naar mij hebben gekeken van, wauw, wat een talentvolle dude is die guy. Hoe dichtbij was je? Ik was super dichtbij dus. Alleen, mijn Engels was gewoon nog... Hij was zo. Mijn Engels was gewoon nog gewoon die pooper. Gewoon, je weet toch? En want het woord bijvoorbeeld comparable sprak ik uit als comparable. Oh, Omdat ik nam in mijn eigen initiatief om in die Engelse woordenboeken te kijken. Om het zelf proberen te uitspreken hoe je het moest uitspreken. Je weet toch? Dus, maar wat ik dan weet is dat... In zeg maar 87, dat je weet toch, ik die kennis had van mijn zus heb ontmoet en ik ga wel via haar bij hem terechtkomen en ik krijg een record deal. I'm gonna be major. Ik had echt die belief en dat was ook gewoon echt die drive in die tijd, weet je. En ik weet nog dat
ze altijd, je weet toch, als ze naar New York ging, altijd dingen voor mij meenam. Al moest ze naar de gekste buurten gaan om iets te kopen. Ghetto. Ik ging er naartoe. Ja. Want je had het niet in Manhattan, toch? Meneertje wil een ring voor over 4 vingers. Iedereen denkt, nee, dat kan je niet hier krijgen. Dan moet je de ghetto in. Ja. Dus waar moet ik de ghetto in dan? En hoe? Ik nam gewoon de metro, ging de ghetto in. Ja. Maar ook omdat, ik kwam natuurlijk met wel een Amsterdamse mentaliteit. Mm-hmm. Dus ik ga niet als een maloot om me heen kijken van wat gebeurt er. Ja. Ik weet, oké, ik moet daar en daar naartoe. Dus ik loop daar en daar naartoe. Ik haal die ring. Ik ga weer net, terwijl er waren meiden die durfden niet in de metro, mm-hmm. hè, modellen. Ik pak gewoon net zo hard weer de metro terug. Of Troop. Meneertje wil een jas hebben met Troop letters. Die gods of letters. Ik moest naar Spanish Harlem. Dus ook weer gevraagd, jongens, waar is een winkel waar ik dit kan... Ja, dan moet je... Maar het is gevaar. Je moet niet zomaar gaan, hoor. Het is gevaar. Mm-hmm. Ik deed alles voor hem, hè. Ik was zo gek op die jongen. Nog steeds, hoor. Ik deed echt alles voor hem. Dus mevrouw Neder gaat gewoon naar een winkel waar ze die troepjas had. Dus dat zag ik. Dat was ik helemaal blij. Want ik was ook blij als ik het had om het aan hem te geven. Want ik wist hoeveel plezier ik hem ermee deed, toch? En dan ging een beetje optreden met zijn jas en zijn ring en zo weet ik veel. Was ik stoer? Was hij stoer? Want niemand had het, toch? Niemand had het hier. Gruwelijk. En ik weet nog, ik was in die winkel in Spanish Harlem. En die man die zegt, ja... Want ik ging een pas zeggen gewoon om te kijken. Ja, als je er 2 neemt, krijg je een deal speciaal. Ik zei, maar meneer, is niks voor mij, hoor. Die jas. Dat was echt voor mijn broertje. Gruwelijk, man. Maar ik hadden al die dingen aan die ik voor hem. Ja, tof, man. Tof. Daarom, I was looking fresh. Yeah. Always looking fresh. Nu weet je het, mijn zus die kocht die tonies van mij. Ja, maar zelfs met over Russell Simmons. Russell Simmons was toen nog echt ghetto, hè, toen ik hem leerde kennen. Ja, ik bedoel, weet je, hij was niet die ontwikkelde man die hij nu, weet je, is. Ja. Dus wat gebeurde er? Ik werk op een gegeven moment, ik heb een shoot voor Black Elegance, zwart blad, op de Dominican Republic. Mm-hmm. Prachtig zwart model was erbij, Laura. Laura was getrouwd geweest met een van de rijkste zwarte mannen van Wall Street. Die man die was een paar maanden daarvoor overleden. Ik heb die man nooit ontmoet. Op een gegeven moment zegt ze, kom een tijdje bij mij wonen. Zo naar Park Avenue. Hallo. Okay, Dus ik ben bij haar. Maar zij vond, weet je, en ook gewoon Miss Holland. Al ben je Miss Kentucky in Amerika. Je blijft Miss Kentucky. Je blijft geweldig, weet je. Maakt niet uit. Yes. Dus zij vond ook geweldig. Van, weet je, mijn vriendin is Miss Holland. Dus overal stelde ze me voor als Miss Holland. Maar omdat zij dus in die groep zat van allemaal rijke zwarte mensen... kwam ik daar natuurlijk ook in terecht. En dan hangen sowieso modellen, sporters, muzikanten, films. Er hangt allemaal bij elkaar. Ja. Dus een van die jongens, zijn vader was mede-eigenaar van de Knicks. Basketballers in New York. Dus dan belde die ons van, hé, mijn vader die gaat niet vanavond. Kom, we gaan met z'n allen. En dan zaten we gewoon in die boost. Toen had je die boost nog beneden. Dus je had begaande grond, had je die boost. Je kon bijna die mensen gewoon aanraken. En dan, die jongens die hingen met ons van de Knicks. Weet je, gingen we uit. Maar... Weet je, er hingen zoveel, ook goed opgeleide vrouwen, jonge vrouwen, die hingen eromheen. Want die wilden een van die rijke mannen hebben, toch? Mm-hmm. Dus we zijn op een gegeven moment op een feest van Daryl Hannah, blonde actrice. Zij speelt die semi-min. Maar wij komen met de hele zwarte ploeg binnen. En alleen maar witte jongetjes met van die stropdasjes, weet je. Echt gewoon upper class. Maar echt niet ons ding. Dus wij gaan weg. Wij hebben echt zoiets van, nee man, we moeten... Dus je had een club, dat heette Nels. Nels zat op 14th Street... Als je binnenkwam, dan had je eerst van die hele grote, toen al, hè, heb ik het over de eind jaren 80. Nels was toch de club? Nels, on 14th Street. Ja, ja. Had je aan de ene kant had je van die hele grote loungebanken, aan de andere kant had je een lange bar. Daarachter had je van die zitjes waar je kon zitten en er speelde een kwartet van zwarte mannen. Van het hele oude jazz, maar oude mannen. Mm-hmm. Dan kon je aan de ene kant van die club naar beneden, kwam je in een bar, aan de andere kant kwam je in een discotheek. Die oude mannen, als ze pauze hadden, gingen ze die discotheek in. Mm. Ik had ook een keer mijn vader meegenomen daar naartoe. Dus een vriend van mij, grote Jamaicaan, Chris. Chris heeft nu een heel goed bedrijf in Londen. Ieder is Elba en zo, bewaakt hij. Oké. Ik heb al gevraagd, kan je me niet voorstellen? Maar die man is niet getrouwd, gaat niet meer. Maar anyway. Dus Chris ziet ons aan de andere kant van de straat uit de taxi stappen. Dus die begint die mensen opzij te zetten, toch? Om het koord weg te halen. Want het stond altijd een hele rij. Want je had massa, weet je, de bekende mensen kwamen binnen. Maar je had natuurlijk ook mensen die gewoon, weet je, wat van normaal ander werk hadden. Yeah. En die moesten dan soms heel lang in die rij staan. Mijn vader heeft aan iedereen verteld. Ze halen het koord, weg. Iedereen moest opzij. We kwamen aan de andere kant van de straat. Mijn vader vond het geweldig. Yeah. Maar anyway, wij gaan met z'n allen van het feest van Daryl Hannah, gaan we weg. Dus Russell, die is daar ook. En zijn vriendin toen de tijd, Marita, kleine petite model. Die zegt tegen mij, rij je met ons mee? Want, weet je, wij hebben een limo.
Dus ik zeg, nou, ik ben met Raoul. Raoul was mijn beste vriend. Raoul was veilig. Raoul had zijn vriendin, die zat toen nog in Californië. Maar Raoul was gek op zijn vriendin. Hij had het alleen maar over Melanie. Ik had het alleen maar over mijn vriend. Hij was de enige die mijn telefoonnummer had. En hij was de rechterhand van Quincy Jones. Dus altijd als er mensen waren vanuit... Kijk. Dus wacht even. Snap je? In the building! En dan ben ik als jonge rapper, als Hurricane, als Busy Beat, ben ik omsingeld door dat. Yeah. Dus ik denk van, wacht maar, ik ga het maken. Nog eventjes, ik kom bij Quincy Jones, ik kom bij Russell Simmons. I'm in the building, I'm coming. Je weet toch, ik weet je waar het vandaan komt. Maar Russell was nog op dat moment natuurlijk heel erg bezig met Run DMC, weet je, om dat goed neer te zetten. Dus hij was al niet bezig. Dan, hij zag vrouwen op een manier van... Ja. Weet je, jij bent een golddigger. Ja, ja. Want dat dacht hij van mij ook. Weet je, van ja, ik zou wel iedere keer naar Amerika komen. Want ik was in 2-3 maanden in New York. Was ik weer een maand, anderhalf was ik weer terug. Omdat ik eigenlijk samen woonde hier in Nederland. Dus meneertje, dus ik zeg van nee, weet je, ik ga met Raoul. Want Raoul had me opgehaald. Dus meneertje komt iets van zeggen in de zin van ja, ze gaat alleen met Raoul. Want Raoul krijgt de pussy. Oké. Dus ik... En toen kwam broertje in de building. Wat kom je tegen me zussen? Ik weet niet meer precies hoe ik het gezegd heb, maar mijn ogen hebben vuur gespuurd. Dat kan ik je vertellen. Want ik, die trouwe hond die mijn vriend in Nederland had en die zo verliefd was. Ik was hem helemaal niet mijn nek aan het breken. Ja, ik was er echt voor werk. Mm-hmm. En dus ik heb hem ass heb ik straight gezet. Maar het leuke van alles is, door de jaren heen kwamen we elkaar natuurlijk nog continu tegen. Ik zag hem ontwikkelen. Mm-hmm. Want dat was het goede aan hem. Bijvoorbeeld Mike Tyson. Weet je, ja, die ken ik ook. Mm-hmm. En weet je, niet heel goed, maar gewoon van gezicht. Mm-hmm. En we hingen in dezelfde groep. Maar die bleef altijd toen de tijd alleen maar jongens uit de ghetto om zich heen. Weet je, je kan er niks aan doen waar je geboren bent, hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Maar omdat hij nam dus niet tot zich van andere kanten om te groeien. Wat Russell wel deed. Weet je, Russell liet zich inspireren door alle andere mensen, andere invloeden. Mm-hmm. Dus het leuke van alles was, ik zag hem groeien. Hij zag natuurlijk door de jaren heen, weet je, ik kon wel leuk met, ook met de jongens van de Knicks, kon wel leuk met ze praten. Maar ik ging wel alleen, of met dan Raoul, die me dan soms naar huis bracht, of ik ging alleen naar huis. Ik ging niet, en ik was niet bezig om een man te versieren. Of we hadden een feest. En dan liet Mike Tyson bijvoorbeeld een van zijn jongens jullie dan van, ja, je moet die... Die vriendin moet je voor me halen. Ja. Dan kwam zo'n jongen, die tikte zo'n meisje en ja, Mike wil je spreken. En dan stond ze op en dan ging ze toe. Dacht ik, echt, blijf zitten. Blijf zitten, vrouw. Ja, toch. Maar, dat is dat toch. Maar dat is wat ze gewend waren, toch? Dus zulke soort, en wat ik zeg, goed geschoolde vrouwen. Ja. Die ook, weet je, zo'n man wilden, maakt niet uit hoe of wat. Dus dat was wat Russell gewend was. Op een gegeven moment, jaren later, ik sta in een deli. En ik wilde Hollandse tomaten. Want Amerikaanse tomaten die zijn waterig. Ze hebben geen smaak. Als je daar naar de supermarkt gaat, je eet water. Er is geen smaak aan. Dus ik wist Hollandse tomaten, laat me daar gaan. Dus ik ben daar. En Russell die is daar met een man. En die zegt van, hey Nancy, hoe gaat het? Dus we hebben even een heel leuk gesprek gehad. Ik ga weg. Een paar dagen later ben ik weer. En ik hoor, hey Nancy. En ik kijk en denk, wie is die man? Ik ken hem niet. En toen zei hij van, ik was hier een paar dagen geleden met Russell. En he spoke so highly of you. En toen dacht ik, vind ik toch leuk dat hij zag dat ik, weet je, niet een van die gold diggers was. En ik was ook heel trots op hem, hoe hij zich ontwikkelde als mens. Weet je, want dat ik zeg, je kan er niks aan doen waar je vandaan komt. Ja. Weet je, maar wat doe je met de dingen die je aangereikt? Ga je het nemen? Weet je, ga je groeien? Ja. Of blijf je maar... In de weiland loeien als een stelletje koeien. Ja. Dus dat, die oude rapper komt weer op de building! Yes, Gilio! Mooi verhaal, hoor. Je hoort het allemaal, hè? Je hoort die grind, hè? Ja, en dan moet je begrijpen... Maar wij kennen elkaar ook al heel lang, hè? Ja. We go way back. Gruwelijk, dat weet ik niet. En ik ben zo trots op hem. Nee, ik had gewoon mijn vriend. Maar ik ben super trots op... Ja, toch? Gruwelijk, man. En weet je wat zo tof is? Is dat... Wat was even dat ding van de loveboat voordat we verder gaan? Oh, in Egypte. Ik weet het niet. Ja, je doet alsof ik het weet, maar je weet toch? Ja, nee, ik was... Dus alle meiden die finalisten waren bij de Miss World verkiezing, die waren uitgenodigd in Cairo. Mm-hmm. Want er werd een nachtclub geopend, Regine's. Regine's zat in Parijs, in New York, in Monte Carlo. En die gingen ze daar dus openen. En toen werden we ingevlogen. Dus alles was geregeld in first class. Ik bedoel, ook we gingen het vliegtuig uit. Je hebt geen douane gezien, want alles werd met geld. Van, kom.
Ja. Best officieel waarschijnlijk niet eens het land dus. Ja, ja. En daar waren al die mensen van de Loveboat ook. Want die waren daar aan het filmen. Oh ja? Voor een serie. Dus ja, die waren voor die serie in Cairo aan het filmen geweest. Ja, dus, okay. Dat, ja, dus weet je, met zulke soort mensen hing je. Ja. Dat was gewoon... En heb je nooit een acteerrol willen hebben? Ik heb die kant één op keer... Gaan. Nee, dit wil je niet geloven. Dus ik deed, zeg maar, ja, ik deed de grote ontwerpers hier in Nederland. Maar ik deed ook gewoon shows door het land heen. Ja. Dus ik deed voor de grote ontwerpers de shows in Nederland. Thanks. Maar ook gewoon door het land heen. Want daar kon je ook echt goed je geld ook verdienen. Yeah. Ik kom op een gegeven moment, ik heb een show gedaan in Barneveld. Of all places. Mm-hmm. Ik kom thuis. En mijn vriend die zegt van... er is gebeld vanuit Los Angeles voor jou. Voor een, hoe heet dat, een casting. Voor een rol. Voor een serie. In Mexico. Ik ben nog nooit in Los Angeles geweest. Dus eerst dacht ik, hij neemt me in de maling. Hè? Yeah. Maar toen gingen we verder praten. En dacht, nee, hij neemt me niet in de maling. Dus ik zeg, wat is dat nummer dan? Nee, ze heeft gezegd, ze wil je niet op kosten jagen. Ze gaat je terugbellen. Volgende dag ben ik weer daar. Ik kom terug, had ze weer gebeld. Maar toen belde ze me later en toen kreeg ze me te pakken. Dus ze hadden me over me gehoord in New York. Want als je in New York als model werkt, dan krijg je ook soms castings voor films. Yeah. Dus ik had al eerder meegemaakt een film met Christopher Reeve. Ja, ja. En ik dacht, want het bureau zei van ja, ga, je moet naar een casting. Dus ik denk ook, ik moet alleen mijn boek laten zien. En ik krijg een script. Zo. Dus ik denk, script, ik heb nog nooit iets gedaan. Dus die man, en het was ook nog een hoertje. Oh, dus ja. Een hoertje spelen. Het was een hele belangrijke rol in die serie, in die film. Mm-hmm. En toen zei hij dus van, lees een paar keer en spelen we het samen. Ik dacht, spelen we het samen? Hoe bedoel je, spelen we het samen? Mm. Dus oké, nou ja, ik heb gedaan wat ik dan dacht dat ik moest doen. Maar achteraf had ik dus een callback voor die film. Ja. En toen zei hij, ja, je hebt iets heel natuurlijks. Dus je moet daarin verder gaan en je moet dingen gaan doen. Mm-hmm. Maar ik was best wel heel veel heen en weer aan het reizen. Dus het is niet doorgegaan. Maar anyway, terug te komen op Los Angeles die gebelde. Dus Los Angeles belt weer. Ja, we zijn bezig met een serie, Acapulco Heat. Wordt in Acapulco, dan moet je wel een half jaar of zo moet je dan in Mexico. Vind je dat een probleem? Dat was $20,000 per aflevering. Nee, is geen probleem. Geen probleem. Doen we gelijk. Ja. Maar er waren natuurlijk nog meerdere mensen. En toen heeft iemand mij hier geholpen in Nederland. Bas van Bertie. Juist, ja, ja. Van de Avenzaad. Zij hielpen ook, misschien ken je die, van de modeshows. Belichting, ja, altijd hele goede muziek. Nou, anyway. Die heeft me toen geholpen om dat script, wat ik moest doen, om dat uit te spelen eigenlijk. Mm-hmm. Voor te bereiden. En hun zoon die was toen monteerde films, dus die had alles mooi in elkaar gemonteerd en toen heb ik opgestuurd. Maar ik was het niet geworden helaas. Okay. Maar ja. En ook, ik was, omdat ik steeds heen en weer ging, weet je, soms moest je in Amerika moest je echt daar langer blijven aan één stuk. Weet je, was precies, 2-3 maanden was ik weer weg, weet je. Dus soms werd er gebeld naar mij of gevraagd naar mij en dan was ik weer weg. Dat is ook in de rap game, hè. Als je gewoon iets wil bereiken precies, in de rap game of met zang, moet je echt even present precies, aanwezig zijn. Ja. Gewoon grinden, gewoon een jaartje en niet zoveel proberen te reizen de hele tijd, want je kan dingen mislopen. Dat is dus ook wel gebeurd. Maar ja, aan de andere kant, weet je, ik heb ook zoiets, het leven gaat zoals het gaan moet. Ja, zeker. Ik hield ontzettend van mijn vriend, weet je. Mm-hmm. Dus ik had het er ook voor over om ook hier met hem te zijn. En ook om de familie wel te zien. Ja. Had ik hem niet gehad, was ik wel gebleven, hoor. Dat moet ik wel eerlijk bekennen. Dat is af en toe hier gekomen om jullie te zien. Tuurlijk. En dan had je natuurlijk heel veel kleding voor me mee moeten nemen. Allerlei troop jackets en zo. Je weet toch, in de building. West side. Ja, toch. De Guillo, man. Chefs. Vanaf het moment dat jij dan, je weet toch, bezig bent met de bounce en je doet die comedy dingen. Op een gegeven moment hoor ik je niet meer. Maar dat wil niet zeggen dat je toen niet meer bezig was. Ja. Wat is er gebeurd op het moment dat die bouncefeestas niet meer gegeven werden? Toen die feestas niet meer gegeven werden? Juist. Nou, eigenlijk zijn we gewoon continu doorgegaan. Ik heb het op een gegeven moment niet meer gezien. Nee. Je bedoelt die feestas zelf? Ja. Oh, nee. Die feestas, op een gegeven moment dachten we van, kijk, je wil de bounce opbouwen als merk. En je doet dingen die in Nederland nog niet eerder zijn gedaan. Juist. En als je lange termijn visie hebt, weet je wat ik net al zei, je hebt bepaalde stakeholders nodig om zeg maar naar dat volgende niveau te komen. Juist. Dan moet je de aandacht op jezelf weten te vestigen. En om dat merk gewoon goed neer te zetten, dachten we van oké, we hebben naam gemaakt met die feesten, een aantal jaren. We hebben wat onderscheidends gedaan met basketbal en met comedy. Uh-huh.
Maar in de tussentijd, in die 4 jaar tijd, in die tussenliggende jaren, had je op een gegeven moment zoveel feesten. Ja, dat je daar, het was zoveel van hetzelfde. Ja, ja, dus om je naam te maken, ja, moet je iets anders gaan zoeken om daar bovenuit te kunnen stijgen. Juist. En toen kwam dus de comedy zijn we toen gaan uitbreiden. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd, nou, die feesten doen we dan maar op een lager pitje. En toen hebben we ook een bewuste keuze gemaakt. Oké, dan gaan we film eraan toevoegen. Juist. Weet je, dus alleen maar om zeg maar elementen te pakken waardoor je je naam, je brand, zeg maar steeds in de picture kan houden. En jullie vielen ook op. En we vielen daardoor dus ook constant op, ja. Juist. En vandaar dus dat we die feest op een gegeven moment op een lager pitje hebben gezet. Juist. Ja. Op een gegeven moment ben ik bezig met het samenstellen van een serie. Ja. Ik ga er inhoudelijk niet over praten, want ik ga mensen niet inspireren met mijn mooie creativiteit aan ideeën. Maar ik heb een heel top idee. Ja. En dat is een serie. Ja. En ik ben daarmee aan de slag. En op een gegeven moment praten wij met elkaar. En kreeg ik van jou de mogelijkheid om mijn eerste deel van de serie te mogen uitzenden op een van jouw debuff avonden. Waarbij je de partij in de arena ter beschikking had gekregen om daar iets moois neer te zetten. Ja. De aanloop van die Black Movie Movement. Mm-hmm. Het is een movement. Ja. Kan je dat even omschrijven, bro? Hoe ben je daar naartoe gegaan? Hoe ben je erop gekomen om dat met die Black Movie dingen te doen? Nou, weet je, het is niet zo moeilijk, hoor. Wat we wilden vanaf het begin al wilden doen, is zeg maar de hele Black culture zichtbaar maken. Juist. En kansen bieden. Juist. En je laat je gewoon niet weerhouden door een nee. Mm-hmm. Of door het antwoord van ja, maar dat kennen we hier niet. Of dat is nog niet eerder gedaan. Yes. Dus we gaan gewoon kijken naar de behoefte. Juist. En vanuit die behoefte blijkt gewoon dus dat mensen niet alleen maar, weet je, het leuk vinden om te rappen, te zingen of te dansen. Nee, mensen vinden het ook leuk om films te maken of in Juist. Films te spelen. Weet je? En dan ga je om je heen kijken wat wordt er al gedaan. En dat was dus nog niks. Nee. En dat was in, nou ja, echt een aantal jaar geleden. Maar toen zijn we dus al die filmdistributeurs zijn we gaan benaderen in Nederland. Universal, Sony, Paramount, MTV Films, noem maar op. Yes. Iedereen zei nee. Wow. Maar doordat we die comedy shows al deden, hadden we ook wat contact en een netwerk in Amerika. Yes. En dus daarvan hadden we producent zitten. En van haar kregen we dus de eerste 2 films overgeschreven. Dat waren nog 35 mm rollen. Wauw. In een groot blik zaten ze. Juist. Dat kregen we overgeschreven vanuit LA naar Nederland. En toen dachten we van, weet je wat, we gaan gewoon beginnen. En toen hebben we Pathé benaderd. En toen zijn we gewoon gaan programmeren. Een paar films op een avond. En had hij ook nog een andere jongen, Werner Toetendel heet hij. Mm-hmm. En toen, maar goed, hebben we een aantal filmavonden gedaan. En toen hebben we al die distributeurs ook uitgenodigd. Yes. En toen was de eerste die eigenlijk overstag kwam. Dat was de directeur Max van Praag van Universal. Was toen UIP, die vertegenwoordigde Universal, DreamWorks van Steven Spielberg en MTV Films. En dat was en die gunde het ook. Top. Die zag van, hé, hier is iets aan de hand. Daar moeten we op inspelen. Mm-hmm. Slim. Ja, weet je. En je moet altijd wel iemand hebben die het ziet, weet je wel. Ja, die het ook gunt. Ja. En met Universal, dat is dus de grootste partij eigenlijk in Nederland. Yes. Kregen we dus die samenwerking. Nou, en na een aantal edities zijn we ook die andere distributeurs blijven benaderen. En toen kwamen die ook overstag. Nou, door de jaren heen, maar in Nederland natuurlijk, dus het gaat langzaam. Yeah. Maar inmiddels hebben we bijna met alle filmmaatschappijen in Nederland hebben we ook een samenwerking mee gehad. Sorry, en vanaf het begin, toen we het bedrijf opzetten, deden we ook aan marketing. Yeah. Dat is ook een beetje mijn achtergrond. Okay. En dus dat doen we dus ook voor die filmmaatschappijen. Dus we doen ook een stukje marketing erbij, weet je wel. Yes. En worden we ook door andere bedrijven benaderd. Nu ga ik een hele brutale vraag stellen. Sure. En je weet dat ik een brutale boy ben. Tuurlijk. Dus mijn vragen kunnen altijd brutaal zijn. Zeker, heb je dat. Vooral wanneer ik het aangeef dat het brutaal gaat zijn. Laat het brutaal komen. Hoe ga jij de doofpot marketen dan? Dan gaan we hier na deze uitzending gaan we even een datum prikken. Dan gaan we even ervoor zitten. Echte beelden! Brakka, dat wou ik horen toch? Tuurlijk. Oké, dan. Ja, man. Oké, ga verder. Dus je market. Voor maar in ieder geval lang verhaal kort. Ja. Dus zo zijn we begonnen. Langzame of lange weg.
en gunfactor, weet je, de mogelijkheid hebben gekregen. Dat bewezen, bevestigd van, hey, zie je, er is publiek. En wij weten ze te bereiken. Jullie missen geld als je daar niet op inspeelt. Echt. En van daaruit zijn eigenlijk die samenwerking tot stand gekomen. En ja, en een hele hoop ideeën. En we zijn er nog lang niet. Weet je, waren eerst filmevenementen, een stuk marketing. En nu ook een filmfestival sinds 2014. Juist. Weet je, maar er is nog zoveel meer. Weet je, media, dit is media. Ja. Weet je? Ja. Dus nu is dat ding media, dus daar zitten we ook aan te denken. Mm-hmm. Wat kunnen we doen met media? Want dit is cultuur, wat wordt vastgelegd. Ja. Dit is geschiedenis, wat wordt vastgelegd. Ja. Ja, we bestaan uit zoveel meer, hè, dan alleen maar muziek. Ja, daarom. Ja, daarom. En dans. Ja. Kijk, en als het niet wordt opgepakt door, zeg maar, de gevestigde orde, dan moeten we het zelf doen. Dan moet je het zelf doen. Nee, die anderen gaan het niet doen. Weet je? Dat is al bewezen. Ja. En ook al is het vaak bewezen, en dat is het rare van zaken doen in Nederland. Het kan toch heel anders lopen. Precies, weet je? Kijk, als je aan omliggende landen kijkt, Engeland, Duitsland, weet je, dan pakt de industrie het veel sneller op. Ja. Maar het is wel, hier in Nederland is altijd van, doe maar gewoon. Weet je, laat je hoofd mag niet boven het gras uitgroeien. Klopt. Terwijl, en dat is wat ik mis, zeg maar, in New York. In New York is zo, als je iets wil doen, iedereen die zegt, moet je doen. Weet je, ze gaan je helpen, of praten met die, weet je, netwerken. Ja. Hier is het, zou je het wel doen? Precies. Weet je, je hebt nu je baantje, je weet wat je hebt. Weet je, gaat het mis, is het hier... Ja, ik heb het toch gezegd. Precies. Ja, in Amerika is het, je hebt er altijd wat van geleerd. Ja. En het is ook zo, je hebt er altijd wat van geleerd. Ja. Weet je, al is alleen al hoe je gevallen bent en hoe je weer op moet staan. Precies. Ja. Hier is het denken in beperkingen en daar is het denken in mogelijkheden. Ik kan echt die energie missen van daar. Ja, ik kan die energie echt missen. Want soms, weet je, hier kan je soms ook een beetje moe worden, hè, van die strijd die je altijd maar moet leveren om jezelf neer te zetten. Ja, ja man. Ja. Dus dit is wat we ook even mee willen geven aan de kijkers. Blijf denken in oplossingen. Zeker. En denk niet in beperkingen. Ja, 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 ja toch? Ja, ja, 100% altijd, zeker. Altijd. En laat nee jouw droom niet stoppen. Precies. Dus dat nee is van een ander. Ja. En ik had Skaffa en Matar vorige keer in de uitzending. En hij zei, waar er geen weg is, is er een wil. Ja. Mm. Ja. En dat vond ik heel erg mooi dat hij dat heeft gezegd. Ja. Ja, hoor. Waar er geen weg is, is er een wil. Terwijl eigenlijk is het waar een wil is een weg. Ja, maar als die weg er niet is, dan maak je hem. Dat is wat hij bedoelt te zeggen. Sharadas Kaf en Mata in de building! Ja, man. En de situatie van dat moment dat ik aankom zitten met jou, bij jou, van hé, die serie, zo, is goed, dan pak je die en die dag. Dan ga je die eerste episode van je serie, ga je daar afspelen. Ja. Toen kwam die corona, kwam eraan. En toen werden die stekkers er allemaal uitgetrokken. Toen kon mijn project niet verder uitgevoerd worden. Ja. Mm-hmm. Gewoon door de eerste lockdown, 15 maart. Ik vergeet het nooit meer. Ja. Dus, en ik heb het daarna niet meteen weer op kunnen pikken. Mm-hmm. Omdat de partijen lagen gewoon te lang in Diggelen. Mm-hmm. Dus die hadden gewoon een hele andere prioriteit om zichzelf weer van de grond af te rapen. Ja. Ja. Dan want die hadden natuurlijk ook stilgelegen. Want die hebben ook stilgelegen. Hebben ook hun klappen en hun achteruitgangen ondervonden. Ja. Dus die waren even niet met mij bezig om dan weer mijn serie op te pikken. Nee. Maar weet je, als er iets is... Ja, zeker. Want ik bedoel, ik heb ooit zelf ook een plan gehad. En dat heb ik toen naar RTL gestuurd. Mm-hmm. Nee, NTR. NTR. Oké, okay. Mensen die daarna hadden gekeken zeiden, dat is een heel goed plan. Maar toch werd er niet opgepikt. Ja. Ik heb in een documentaire gezeten, Girls, Girls, Girls. Yes. Oh, ja. Mijn dochter was toen 1, dus is 23 jaar geleden. Ja. Mijn aflevering over discriminatie. Mm-hmm. Toen de tijd was een heel ding, hè, wat ik had gezegd. Ja. En weet je, over hoe mijn realiteit is hier in Nederland. Ja. Iemand die heeft die docu pas nog gezien, die zei... Die docu is nog steeds van toepassing. Ja, die zou precies nu weer gespeeld kunnen worden. Ja. Dus soms is niet het moment voor jou. Mm-hmm, mm-hmm. Wil niet zeggen dat het moment niet meer gaat komen. Klopt. Nee, klopt. Weet je? Dus ik bedoel, zelfs wat ik ooit wilde doen... waar op een gegeven moment... Want zeiden ze bij de NTR, er was te veel gedoe achter. En het is allemaal heel veel plannen gingen toen ook niet door. Dus dat voor mij, dat ging ook niet door. Terwijl ze het wel een heel goed concept vonden. Mm-hmm. Dat concept nog steeds zou nu gedaan kunnen worden. Ja. Weet je, dus soms is het, wil niet zeggen dat het, weet je, omdat het is wat bij ons speelt toch? En wat nog steeds naar buiten komt. Dus er zijn zoveel wegen, weet je, die kunnen leiden naar Rome. Juist. En soms is het een beetje, weet je? Ja. Dus dat, we gaan eventjes een kleine
break houden. We komen straks weer terug bij de podcast, de Doofpot. Voor de mensen die niet weten, we zijn niet meer te zien op YouTube. Enkel maar op doofpot.nl. En als je bij de doofpot.nl komt, moet je je eventjes registreren. Ik moet even weten wie je bent als kijker, zodat ik je op de beste manier ook van dienst kan zijn om je te informeren met de episodes van de Doofpot en ook de merchandise die gaat komen. Wil je een podcast bijwonen, you can sign up. We hebben één keer in de vier maanden straks, wanneer alles weer open mag, bij de Hemkade hebben we dope vissa's met de doopsartiesten die hier lang zijn geweest. En er komt een community site, er komt zoveel meer. Stay tuned en check die Simos van MrSimos.nl van Baba Yaga en check die dope gember van Benito de Kok met K.O.K. Just in case you don't know, in the building! Now you know! In the building! Ik zit hier nog steeds met de first Black Miss Holland 1984, Nancy Nader-Bracca! En de legendary, the bounce, the debuff, Regilio Wijngaarden. Ja, was good, man. Shirts in the building. Ja, man. We waren net even in de pauze, even aan het chillen. Even, weet je, ik moest even mijn orchard eventjes bijschenken met melk. Je weet toch? Om productief te blijven. Nancy. We spraken net eventjes in de break over de periode van Miss Holland. Ja. Eigenlijk heb jij veel te weinig aandacht gekregen. Vind ik ook. Toch? Ja. Zeker, vind ik ook. Want ik heb meerdere Miss Holland dames voorbij zien komen. Mm-hmm. Die best wel veel en vaak belicht werden en zo. En eigen programmaatjes kregen en bij dingen werden betrokken om te jureren. Of... Ja. Maar dat was in jouw geval niet zo. Hè? Nee, dat was niet zo. Heel af en toe werd ik wel gevraagd om ergens te jureren. Maar het was zelden. Het was echt zelden. Jammer. Dus ja, ik hoorde het vaak. Van waarom word jij niet gevraagd voor programma's om iets te doen? Maar dat zat er gewoon niet in. Ik werd niet gevraagd, nee. Ik vind het gewoon een beetje... Ik krijg een racistisch... Het was natuurlijk ook zo. Een zwarte Miss Holland, dat was nog not done. Dat bedoel eigenlijk. Ik, weet je? Weet je, ja. Er waren heel veel mensen die vonden... Zelfs mijn moeder die zat in de zaal. Maar ja, mijn moeder is wit. Ja. Onze moeder is wit. Ja, ja. Ze zit met mijn zus en er zit een man naast mijn moeder. En dat die zegt, vertellen, goed dat je het vertelt. Die zegt, nou, je hebt wel een mooie dochter. Maar ja, nee, zij kan niet winnen, want zij kan nooit Miss Holland zijn. Ja. Juist. Ben je geboren en getogen? Ja. Dus dat... Ja. En toch won je hem. En ja, maar dan ook, je mag meedoen, maar eigenlijk mag je niet winnen. Precies. Weet je, want dat is eigenlijk niet de bedoeling. Ja. Dus we doen pour la forme, maar eigenlijk willen je niet. Ja. Juist. Schandalig. En dat was natuurlijk altijd wel een beetje het geval. Weet je, ik weet ook nog dat ik jong was en niet in de grote steden als ik shows liep. Mm-hmm. Maar als ik zeg maar buiten de grote steden shows liep, dan moest ik toch een soort van fijne scheidingslijn bewandelen. Omdat je toch werd gezien als anders. Ja. Ja. Weet je, gaat ze niet iets raars doen of whatever. En ik heb het niet bewust gedaan, maar onbewust. Dan gedroeg me wel heel netjes. Eigenlijk heel... Voorbeeldig. Ja. Netjes. En ook een soort van heel Nederlands. Ja, weet ja. je. En pas als ik veilig was gevonden, was bevonden door de rest. Dan liet ik mijn Surinaamse kant op zien. Ja. En dan stond ik mijn dingen te doen. Of dan ging ik mijn gekke dingen zeggen wat ik wilde zeggen. Gezellig en weet ik veel. Yes. Maar daarvoor... Weet je, dan keken ze echt naar je van, gaat zij niks geks doen? Ja. Weet je, of ze zeiden het ook gewoon. Ik bedoel, met die skishows wat ik eerder al vertelde. Iemand die de regende organiseerde, die wilde mij erbij hebben. Zij regende de meiden. Er werd gewoon gezegd, nee, want gekleurde mensen kopen geen skikleding. Dat was heel groot, was in Rotterdam, noemden ze de ski-hub. Hele grote shows met skikleding. Werden ook vakantiereizen, noem maar op, werd ook verkocht. Maar ze konden zien aan de model. Op een gegeven moment mocht ik er met godsgratie mocht ik erbij. Dus dan moet je nagaan en weet je al eigenlijk. Eigenlijk wilden ze me niet. Ja. Dat weet je. Ja. Maar je hebt ook een soort van trots dat je denkt, ik zal je laten zien wat ik kan. Yes. Weet je, want wie bepaalt dat ik hier eigenlijk niet mag staan? Ja. Yes. Ja. En wie zegt dat zwarte mensen niet skiën? Misschien niet hier in Nederland, maar ik ken genoeg zwarte mensen die wel skiën. Ja, anyway, ze konden zien aan de verkoop van de modellen.
weet je, want daarna zingen de rekken, mm-hmm. die het meest verkocht. Ik was een van de modellen die het meest had verkocht. Ja, en toen zeiden ze, zie, het is onzin. Want ja, we hebben zoveel op haar verkocht. Maar ik dacht, had je niet zoveel op mij verkocht, was ik misschien een van mijn andere collega's geweest die niet zo... Dan was er geweest, zie je wel? Ja. Zie je wel? Ja, ja, ja. Juist. Terwijl dat werd niet gezegd over mijn collega's. Precies. Precies. Weet je, dus je moest ook altijd een soort van perfect zijn. Ik weet nog dat ik zwanger was. En mijn maat was 1 maat groter. Ik was ook geweest bij een klant waar ik al 100 jaar shows liep. Vanaf mijn 17 liep ik daar al shows voor. Ik was 1 maat groter. We deden heel veel series voor die klant. En ook, die had ook een broer, ook in het land, ook series voor. Ik heb met collega's gelopen. Witte collega's die gewoon een klein buikje hadden. Mm-hmm. Geen probleem. Ja, nee, ze was zwanger. Dus toen ik 1 maat groot was, 1 klant had gezegd van... ja, je ziet wel dat ze zwanger is. Ik lag er gelijk uit. Bij iedereen. Wauw. Ja. Weet je, dus je wist ook altijd, je moet echt perfect zijn. Precies, want op het moment dat jij perfect. Niet perfect... Ja, ja, lig je eruit. Ja. Weet je, jij kan niet dat anderen doen wat je collega's wel kunnen. Ja. Juist. Weet je, en dat heb ik... En wat ik zeg, dat was er niet in de grote steden. En dat was ook niet bij de grote ontwerpers. Maar dat was wel als je ook in het land gewoon liep. Mm-hmm. Weet je? Maar wat staat daar tegenover aan... belevenissen die je hebt beleefd en hebt ervaren als... hé, maar dat was wel echt top, man. Vergeet al die neppe, domme dingen, kleine pinstaf. Ja, Amerika was natuurlijk... Amerika was voor me... Ja, ik hou van Amerika. Dus, yes. En dan heb ik het echt over, ja, weet je, de grote steden, New York, noem maar op. Ik hou van die energie. Ik hou van elkaar supporten om te groeien. Dat ik meegenomen werd naar golftoernooien. Ik bedoel, en ik weet nog, de eerste die ik deed, dat was voor Ole Cassini. Ole Cassini, die man die golfde dan. Allemaal sporters. Had hij niet te huwelijk gevraagd of iets? Ja. Nou ja, ten huwelijk niet, hè. Het was een relatie. Ja, ja, hij wou een relatie hebben. En ik was echt... Ik hield van mijn vrienden en ik was echt misselijk geworden, echt. Want, en het was een hele aardige man, hè. Ja. Maar ja, hij was gewend gewoon, weet je. Dat is hier gewoon in Amerika, mm-hmm. weet je. Een jonge vrouw. En ik kan je alles geven wat je wil. Weet je, en ik kan je voorstellen in de movie business en weet ik veel. En ik was echt fysiek misselijk geworden. Hè. Ik ben de volgende dag gelijk weggegaan naar Miami. Ik dacht, ik moet weg hier. Ik was en ik zei, nee, ik zou het nooit doen via het bed. Mooie van alles is wel, ook toen ik met hem dus naar het golftoernooi ging met allemaal. Want op een gegeven moment, ik was wel beleefd, maar ik was niet meer zo enthousiast, toch? Mm-hmm. We hebben eerst een etentje bij hem thuis. En zijn PR-vrouw belde naar tijd. Ja, Mr. Cassini heeft dit of dat, weet je, show voor televisie. Wil je meedoen? Kan je werken? En... Toen was er eens een etentje bij hem thuis. En hij woonde in de village, in een townhouse. Het eerste wat ik vroeg was, zijn er ook andere modellen? Ja, ja. Ja, toch? Ja, die waren er. Oké, dus ik kon gaan. Na het etentje ging iedereen verwisselen van stoel. En hij komt bij me zitten. En hij zegt van, weet je, ik heb je als Miss Holland. Ik vond je geweldig. Hoe je, weet je, loopt als een Sphinx. Ik vind je prachtig hoe je shows doet. Want dat wist ik eigenlijk niet hoe je echt shows zou lopen. Je bent prachtig, maar ik vind je nog mooier als mens. Oké, okay. Dat, wow, dat is een mooi compliment. Weet je, die man die echt, en ik bedoel, weet je, Russisch-Italiaans, weet je, trotse man. Ja, 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 ja. En dat ik met me toen net 21 zei, nee, ja, dat gaan we niet doen. Yes. En later hebben we ook grappen over gemaakt. Maar het was zelfs zo, dat hij vroeg ook altijd, hoe is het met je vriend? En op een gegeven moment, die relatie van ons, die was echt, we waren jong samen. Ik was natuurlijk ook veel weg, een prachtige man. Dus hij kreeg van alles aangeboden hier, ook waar ik bij stond. Dus het was misgegaan hier in Nederland. En was natuurlijk heel pijnlijk. Dus ik kom terug in Amerika. En ja, het ging niet goed. Ik word meegenomen naar het golftoernooi. En allemaal sporten. Soms om met iemand te praten. Ik kwam steeds mensen voor hand tegen. Met wie praat ik hier de hele tijd? Anyway, een van die sporters. Dat was van de Philadelphia Eagles. Mike Quick. En daar had hij mee gespeeld. Later hoorde ik van hem en ook van Mike... Mike had gevraagd, wie is dat? Is mooi dit, dat, zo. En ik was ik hield nog zoveel van mijn vriend hier. Mm. Dat ik zag niet eens dat ik chance had. Hè. Later dacht ik, heb zoveel gemist. Want ik hoorde van een van die vrouwen die erbij was. Ja, het zal wel een van die Amerikaanse voetbalspelers zijn geweest. Want die zaten hier gisteren de hele tijd te checken. Helemaal niet gezien. Oh mijn god, is toch triest. Nee, anyway. Is juist goed geweest. Ole Cassini had... Dus hij had gevraagd. En ja, wat is het dan? Dit, dat. En die Ole Cassini had alleen maar hoog van de toren geblazen op mij. Ze is geweldig. Ze is dit. Je moet er ontmoeten. Ze is een mooi mens. En dat vond ik ook mooi. Ja, zeker. Want er zijn heel veel mannen. Als jij zeg maar op hun hart hebt getrapt. Zeker een ego. Ja, zeker. En dat ze dan jou helemaal niet... Dus, maar hij bleef me boeken. Mm-hmm. Later ging ik met Mike om.
werd ik ook ingevlogen. Dan was ik zeg maar in Nederland. Was ik, ja, ik heb een golftoernooi, celebrity golftoernooi op de Bahama's. Ga je mee? En dan werd ik ingevlogen. En ik heb een keer zo gelachen. Ik word ingevlogen. Eerst in New York. Van New York moest ik naar Bahama's. Ze wilden het mijn ticket checken of het wel echt betaald was. Maar hij stond op de golfbaan op de Bahama's. Je had geen telefoon bij je. Dus na heel veel gedoe mocht ik toch door. Maar toen had ik dus mijn vliegtuig gemist. Toen hadden ze gezegd, oké, je kan een vliegtuig pakken naar Miami. En dan van Miami kan je naar de Bahama's volgende dag. Dus ik vlieg naar Miami. Maar ja, ik kon dus niet. Er was geen connected flight meer naar de Bahama's. Dus ik had eerst nog naar het hotel gebeld op de Bahama's. Van ja, ik. En Mike was nog aan het spelen. Dus die had niet te pakken gekregen. Of hij was uit eten toen. Niet te pakken gekregen. Nee, we geven het door. Computers zijn down, Bahama's. Nou, hij had het nou doorgekregen. Dus hij had de hele avond naar mijn huis gebeld. Van waarom is het niet gekomen? Dus ik bel hem 's ochtends om 6 uur bel ik. En ik zeg, ik sta nu in Miami. Ik probeer het eerste vliegtuig te pakken naar. Bahama's. Dus hij zei, ja, ik kan je niet halen, want ik moet heel vroeg spelen. Maar ik zorg dat je opgehaald wordt. Mijn koffer was wel doorgegaan trouwens naar de Bahama's. Dus ik kom op de Bahama's aan. Mijn koffer die staat daar. In the middle of nowhere. Was niemand te zien. Was niet even apart genomen. Stond daar gewoon. Er komt een kleine pikzwarte man. Die komt naar me toe. Die lacht naar me. Hij zei, jou moet ik hebben. Dus ik zeg, hoe weet je dat u mij moet hebben dan? Hij zei, de mooiste vrouw van het vliegtuig. Dat ben jij. Je moet even meekomen. Dus, en toen was ik daar. En toen was Sidney Poitier er. Oh mijn Sidney god, Poitier. Sidney Poitier. De acteur, de legendary acteur. Nou, en de ja, klasse, die man die heeft nog steeds klasse. Hè? Oh mijn god. Dus toen hadden ze door van, oh ik vind die man leuk. Ze hebben me zo gepest. En helemaal toen die man met me op de foto. Dus iemand die ging met hem op de foto. Dus toen dacht ik, oh dan durf ik ook wat te vragen. Want ik ben niet zo brutaal. Ik had trouwens ook Oprah gezien met Stedman. Okay. Oprah zit een paar meter bij me vandaan. Maar ik durfde niks te zeggen. Ik was heel van Oprah. Ik durfde niks te zeggen. Later heb ik er spijt van gehad. Ja, want ik had wel met Stedman gesproken. Want ik moest met iemand uit New York. Ik moest de groetjes naar Stedman. Maar weet je, zulke dingen. Ja. Of dus ook, we zijn op de Bahama's. Dus die mannen die speelden. Ik ben met Gina Lemon. Gina Lemon was is de schoondochter van Jack Lemon. Jack Lemon, die oude acteur met die piepstem. Ja. Gina en ik hadden ooit gewerkt in New York samen. Dus dat wij elkaar tegenkomen op golftoernooi was al onwerkelijk. Want zij was verhuisd naar Los Angeles. Daar had ze haar man ontmoet, Chris, daar getrouwd. Noem op. Maar ja, celebrity golf tournament van Bing Crosby. Toen de tijd al die vrouwen nog met hun helemaal facelift, stijf. En, nu met die botox. Dus nu met botox en lippen. Ja, en lippen. En dus zij wilde gaan golfen, toch? Want dan kon je putten en weet ik veel. Maar zij ging me uitleggen hoe het moest, want zij had het wel eens gedaan. Ik had het nooit gedaan. En dat was een zwarte man, die was van de limo service. Dus hij komt aanlopen en hij zegt, ik had nog nooit 1 bal aangeraakt. Hij zegt, als je de bal in 1 keer in de hole krijgt, krijg je van mij een golden putter. Wat? Een? Een golden putter. Oké. Okay. Ja, dus, er is gewoon een goud laagje over die putter heen. Ja. Gewoon een golfstick? Een golfstick. Oké. Maar dat is er voor op het gladde, weet je, dat je vlak bij de hole zit. Dus ik zeg tegen Gina, je hoort het, hè, wat die zegt. Ik zeg, want ik heb bewijs nu, hè. Dus als ik ga het doen, zeg ik tegen hem, ik ga het doen, dus ik ga hem van je krijgen. Maar het lag op een heuvel. En als het op een heuvel ligt, moet je iets hoger slaan, want hij rolt iets naar beneden. Dus dat had ze me allemaal verteld. Ja. Dus oké, ik doe het. En echt, in 1 keer die bal in de hole. Dus ik zeg, ik krijg hem van je. Dus hij zegt, ja, maar dit is wel beginner's luck. Ik zeg, ja, maakt niet uit. Je hebt gezegd, dan wil je zien dat ik het nog een keer doe. En ik doe het weer. In de building! Luister, ik heb mijn golfbewijs. Golfvaardigheidsbewijs. Hey, dat lukt niet, hè? Dat lukt niet altijd. Nee. En ik heb trouwens helemaal niet gegolfd, maar dus iedereen wist het, hè, want dat was echt het verhaal, toch, dat het gebeurd was. Ja. En iedereen had ook gehoord van, ze krijgt een golden putter, dat zegt hij. En dus hij komt, later komt die man en die zegt van, ja, weet je, dat moet besteld worden, hoor. En oh ja, en hij zei, wat wil je in die voet? Want je kan niet zetten in die voet. Geen idee dat het kon. Ik zei, nee, doe maar wat. Doe holes in one. Dus hij zegt, ik ga er iets in zetten dat je vriend jaloers wordt. Ik zei, oh, doe maar, want die wordt niet zo snel jaloers. Dus hij komt later. Heeft die dag... hij niet naar Pantossen gebracht toen hij kwam? In de building! Van chef, van wie heb je deze gekregen? Nee. Van Pantenum. Dus wat gebeurt er nou?
Ik verdien het ook op mijn geld, dus ik hoefde niks te verpanden. Ja. Nou man, ik had hem wel naar de pad was nee, man. Om een goat kitty voor me te maken gewoon. En laat ik die maar uitklakken. Ja toch, je wou me smart Tony geven toch. Kijk hier, hij had Irgy in de building. Maar wat dacht je van deze vrouw, dat ze het niet zelf zou willen hebben dan? Ja, dat is waar, dat is waar. Dat deze is waar. Vrouw zou hem zelf hebben hangen. Maar hij komt aan het eind van de middag. Hij zegt van, ja nee, ik moet het bestellen, weet je. Het is niet, dus iedereen daar, krijg je nooit. Weet je, zit mij ligt gewoon, dat krijg je niet. Een paar dagen later, ik had Chinees besteld. Ik zit in het appartement met die drie portiers. En er wordt naar boven gebeld van, ja, er is eten voor je, kunnen naar boven sturen. Dus ja, is goed. Ik doe die deur open, er staat zo'n klein Chinees mannetje met een tas en een hele grote doos met die putter erin, die golden putter. Ik heb echt iedereen gebeld. Ik heb hem. Ja, grillig. En ik bedoel, er zijn zoveel van die dingen, weet je, leuke mensen die je hebt ontmoet. Mm-hmm. Weet je, dus en met veel heb je nog contact? Ja, ik heb, ja? En dat komt natuurlijk door Facebook, hè. Oké. Want je was ja. toen de tijd, weet je, heel veel vrienden van mij, ook uit New York, die verhuizen naar Los Angeles. Ja. Andere telefoonnummers. Dus je was elkaar helemaal kwijt. Ja. Een van mijn vrienden, hij was in New York, was hij gynaecoloog, zwarte man. Hij is nog steeds gynaecoloog, hij is een hele goeie. Hij schrijft spirituele boeken, nu. Weet je, en ik heb hem gevonden via het internet. Ja, ja. Raoul, die is altijd in New York gebleven, altijd hetzelfde telefoonnummer. Dus met Raoul, weet je, was het makkelijker contact te hebben. Mm. Maar heel veel mensen ben ik uit het oog verloren. Mm. Maar kom je door bepaalde dingen soms, of je ziet ze bij anderen, denk je, oh mijn god, ja, die, weet je. Ja, ja. Dus ik bedoel, je hebt een schat aan, ook, ik bedoel netwerk. Ook, ja, en maar ook Oli Cassini, die man ook. Ik heb zijn boek toen gelezen, een autobiografie. Hoe vaak die man niet naar beneden is gedonderd en weer omhoog is gekomen. Hij had je ook een shout-out gegeven in het boek, hè? Ja, mijn shout-out gegeven. Maar het mooie van alles, lees je in zijn boek. Dus op een gegeven moment komt, ze zijn jong. Hij is een ontwerper en er wordt aan hem gevraagd. Wil je niet ook investeren in een... is een Nederlander hier met een biermerk. Wil je? Die wil nou bier uit Nederland. Nee, dat ga ik niet doen. Heineken. Oh. Weet je, en zo waren er heel veel dingen in zijn leven. Ja, weet je, dat hij of op de top was. Maar hoe mensen ook hem, weet je, respecteerden en waardeerden. Mm-hmm. Weet je, en weet je, ik had in Amerika had ik ook meer kunnen werken als ik bepaalde dingen had gedaan. Ja, die niet bij me horen. Ja, weet je, ik ben nooit aan die shit gegaan om mee te doen met mensen. Precies. Ik ben altijd bij mezelf gebleven. Ja. En dat is wel iets waar die meiden van nu heel veel voorbeeld aan kunnen nemen. Je hoeft niet per se, je weet toch, mee te doen met drugs om erbij te horen. En je hoeft niet per se, je weet toch, met iedereen te lopen wiepen om geaccepteerd te worden. Hoeft niet, je ziet het. Mijn zus zit daar. Ja? Oké, love. In de building! Bra! Dus dat. Ja. Regilio. Yes. Debuff, yep. De avonden. Jazeker. Ik zie iedereen voorbij komen, altijd met een grote glimlach. Natuurlijk. Maar ik heb mezelf nooit daar gezien. Vreemd. Je moet je plek maken in je agenda, hè? No, je moet me registreren daar, man. Je moet zeggen, sugar moeten we toevoegen, man, naar de debuff nights. Gaat gebeuren. 100%. Ja. Vertel ons meer over de debuff. Wat houdt de debuff precies in? Debuff staat voor de Bounce Urban Film Festival. En dat is een filmfestival waarbij we een spotlight zetten op verhalen die je vanuit een zwart perspectief normaal gesproken niet ziet in Nederland. Mooi man. En grote delen van Europa zelfs. En, maar die verhalen doen ertoe. Juist. En, dus wij hebben daar een festival omheen gebouwd. Juist. Om een platform te bieden aan dat soort films. En het zijn echt alle genres. Hè? Dus van comedies, thrillers, speelfilms, actiefilms, drama's, noem maar op, documentaires, shortfilms. Dus van alles kun je zien. En het is belangrijk, want zoals je weet, ik weet hoe is dat gezegd ook weer? Een beeld spreekt meer dan, is krachtiger dan 1000 woorden of zoiets. Yes. Zou kunnen. Je hebt gewoon te plekken. Nee, een beeld spreekt. Maar in ieder geval. Ja, ja. Film is gewoon een heel krachtig medium. Ja, sowieso. Weet je, en het is, je herkent jezelf. Verhalen zijn heel erg inspirerend. Dus je kan er heel veel mee doen en heel veel mee overbrengen. En als dat gemis er is en je hebt geen herkenning, zeg maar, op tv of in films, dan doet het ook wat met je ontwikkeling. Juist. En nu ga ik misschien wel heel erg diep, maar om aan te geven dat het heel belangrijk is. En aan dat gemis, daar moet gewoon wat aan gedaan worden. Commercieel gezien. Ook, weet je, juist. Want daar waar de behoefte is, valt er ook geld te verdienen. Wordt daar niet op ingespeeld, nou dan moet je het zelf oppakken. Dus dat hebben we ook gedaan. Maar dat is het filmfestival. Het is succesvol. We zijn ermee begonnen in 2014.
Daarvoor deden we dus die movie nights, hè, waar we het eerder over hadden. Maar toen zijn we ook gaan kijken van, oké, wat doen die andere filmfestivals, weet je wel? Een Nederlands filmfestival, een Rotterdam filmfestival. Dat zijn de grote filmfestivals hier. ITVA, de grootste documentaire festival ter wereld in Nederland. Maar die hebben heel weinig aan diversiteit, weet je? Die besteden dus bijna geen aandacht aan. Ja, en sinds, nog vlak voor Black Lives Matter... was het ook al echt een hele discussie, hè, over de Oscars, zo white had je, weet je. Dus ja, dat er geen zwarte genomineerden plaats waren bij de Oscars. Zwarte maar, mensen in Amerika nemen het niet, hè? Die accepteren het niet. Die doen echt hun mond open. Precies, ja. Weet je, en veel meer dan hier nog. Ja. Maar goed, het is al jarenlang is dit gewoon een issue. En wij hadden zoiets van, oké, maar als die andere filmfestivals er ook niks aan doen... Ja, dan is het weer aan ons, de beurt, om het zelf maar op te pakken. En zo is het eigenlijk ontstaan, dus dat filmfestival. Tof, man. En het groeit elk jaar. Tof. Ja. En het kan nog meer groeien als jij ook komt. Ja, tuurlijk, sowieso. Want de Doofpot is de podcast die krachtiger spreekt dan 1000 woorden. Hey. In the building! Ja toch, G. Oké dan, maar Gilio, wat zijn je toekomstplannen, man, bro? Zo, dan moet je nog 2 uitzendingen hier aan wijden, man. We hebben alle tijd. Nee, één ding waar we nu mee bezig zijn, een paar maanden. Mm-hmm. Nee, laat ik het zeggen, een paar jaar eigenlijk. Want een paar jaar geleden zouden we 25 jaar bestaan. Mm-hmm. En dat zouden we ook vieren met een groot festival. Juist. Maar toen kwam corona, dus die heeft alles even in de doofpot gedaan. Ja, dus en we hebben hem wel snel weer uitgepot. Dus nu zit ik bij de doofpot om het weer eruit te halen. Ja toch, precies. Love, ja man. En je wil waar je met mijn battle of zo, weet je? Waar je met mijn battle of zo? Natural, hè? Love, ja man. Dus dat is een festival wat er aankomt. En dat is eigenlijk, moet je nagaan, dat is geschreven... In, volgens mij, 96. Zo. 96. En dat is een concept. En dat was toen destijds geschreven. Ik woonde in de Spandammebuurt toen. Uh-huh. En op het Westergasterrein. Juist. Maar goed. Waarbij we eigenlijk de hele scene samen willen brengen. En ik wil jou daar ook persoonlijk nog even over spreken. Tof. Maar we de hele scene samen willen brengen. Dus eigenlijk de visie achter de bounce. Dat is dit in tastbare vorm. Dus in een eventvorm. Dus dat je een platform, eigenlijk een infrastructuur ontwikkelt voor een ieder die zich maar wil bemoeien met de hele, zeg maar, urban lifestyle. Dus dat daar dus een event voor is, een platform voor is. En dan moet je dus denken in de hele breedte, hè? Dus van mode, film, muziek, verschillende genres in muziek, comedy, maar ook theater. Hè? Want sinds, hoe vaak hoor je nou over... Zeg maar theatervoorstellingen die voor ons, weet je, voor het divers publiek of met een zwarte cast. Weet je, zelfs op Broadway heb je nu een theaterstuk wat alle records breekt. Nu kan ik weer niet op de naam komen. Kom er zo meteen wel op. Yes. Is een hip-hop vertolking van Shakespeare. Mm-hmm. Kom er zo wel op. Maar goed, dus in al die verschillende domeinen, muziek, sport, film, noem maar op, dans... gaan we dus een platform bieden waarbij we dus samenwerken met een hele partij in Nederland. En die komen dan allemaal bij elkaar eigenlijk. Dus we creëren een soort van verbindend event. Juist. Maar we gaan daarmee ook de diepte in. Want je moet ook kijken naar kans. Hoe kun je nog meer kansen creëren voor die hele sector om te groeien. Mm-hmm. Dus we gaan ook, we praten ook met fondsen, met banken. En dan kunnen dus professionals... mensen die dus voor zichzelf hierin ook een soort van werkgelegenheid willen verschaffen, kunnen dan ook hebben op pitchmomenten. Waarbij je dus ook financiering kunt krijgen voor je project. Mm-hmm. Om het ook laagdrempeliger te maken. Maar zo zijn er workshops, masterclasses in ook al die verschillende domeinen. We gaan mensen ook uitnodigen, sprekers. Dus het wordt eigenlijk een veelomvattend event. Wat we gaan doen. En dat is dus waar we dus nu al een paar jaar... Maar door corona is het even stil komen te liggen. Yes. Mee bezig zijn in de voorbereiding. En dat moet dan eind september en begin oktober gaan plaatsvinden in Amsterdam. Tof man, klinkt tof. En je weet dat ook de podcast in het teken staat van verbinden. Ja. Dus bij deze wil ik ook iedereen die kijkt en zich voelt. Nee, niet die zich voelt, maar die een affiniteit heeft met wat er nu verteld wordt door de Gilio. Kom je gewoon melden bij mij. Je weet toch, en ik koppel je gewoon weer door. Ja. Waar de vorige week hadden we... de acteur/filmmaker Cyril Guts van Loverboy. Ja.
We hadden de scriptschrijver van Mokro Mafia hier, Ashar Medina. Ja. Je weet toch? En je praat over sport. We hebben Ernesto Hosi gehad, die was mijn trainer. Ilonke Elmond, daar zat ik mee in de klas. Ja. Je weet toch? Ja. Dus wil je nog een kokker? We hebben London Loy. Onze netwerk is groot. Ja. We zijn multicultureel. We zijn beautiful people bij elkaar. Zeker. Met heel veel talent en creativiteit. Dus als jullie checken en jullie voelen jullie geroepen, weet je, kom je melden bij de Doofpot. Staat altijd in het teken van verbinden. En ik verbind je door met Gregilio. En yo guys, take it from there. More power to you, man. Yep. Nancy, wat zijn jouw toekomstplannen? Mijn toekomstplannen die zijn nu heel erg gericht, al eigenlijk een paar jaar, op mensen in hun kracht te helpen. Uh-huh. In hun eigen kracht. Yes. En dus niet van wat mensen vinden dat jij moet doen of wie jij bent, maar dat je dat bij jezelf gaat zoeken. Yes. Ik ben al 17 jaar yogadocent. Ik ben ooit met, toen ik dacht van oké, wat ga ik doen naar het modellenvak? Dus ik ben Reiki master geworden. Ik heb allerlei, met healingen werk ik. Nu wat mij heel erg, en wat ik denk ook wat laagdrempelig is, essentiële oliën. Uh-huh. Dus weet je, we hebben allemaal energiepunten in ons lichaam. Als je blokkade zet, dan zet je het ergens vast in je lichaam. Bijvoorbeeld mensen die verlegen zijn, die klappen altijd dit in. Dit is je zonnevlecht, dit is van ik mag er zijn. Yes. Weet je, maar vanuit de binnenkant. En essentiële olie, die hebben een bepaalde trilling. Ook je lichaam bestaat uit bepaalde trillingen. En die kunnen je helpen om dat te gaan verwerken met die olie. Dus daar ben ik heel erg mee bezig. Ik heb ook een team van mensen die allemaal op verschillende manieren werken. Ik heb mensen met mindfulness. Ik heb zelfs een Braziliaanse advocaat die meer met zulke dingen wil doen. Die werkt bij de ABN Bank. Top. Maar die doet nu heel andere, weet je, die wil heel andere dingen gaan doen. Omdat ze merkt van waar eigenlijk haar hart ligt. Mm-hmm. Dus weet je, voor mij is het heel belangrijk om mensen in hun kracht te helpen. Ja. Weet je, hoe dan ook. Want heel vaak doen we dat niet. Yes. En daarom heb je ook allemaal van die dingen van familieopstellingen en noem maar op. Ja, ja. Weet je, van wat we van huis uit hebben meegekregen. Ja. Wat we hadden moeten doen of hadden we dus moeten zijn. Ja. En dat, weet je, dat heb ik van kleins aan. Ik dingen voelde, dingen wist. En dan merk ik dat die anderen het niet wisten. En dat is eigenlijk steeds meer ontwikkeld. Weet je, hoe ouder ik werd. En daar werk ik dus ook helemaal mee. Dus, en met de olie, het is zo mooi. En het zijn zulke pure olie. Dus het is heel leuk. En het is ook leuk, wat ik merk, waar mijn kracht ook ligt, is om mensen te helpen om in hun kracht hun ding te gaan doen. Op welke manier dan ook. Dus dit is dan mijn manier. Maar er is iemand anders die werkt dus met mindfulness en kinderen. En die doet het op haar manier. Ja. Ja. Weet je, dus een ander is een fysiotherapeut. Dus zij doet het weer op haar manier. En dus om te kijken met die mensen van oké, hoe kan je die olie inzetten dat jij daar goed van wordt. Dat jij daar, weet je, jouw mensen kan helpen. Mooi. En dat, dat is dus waar ik mee bezig ben. Mooi. Daar is. Mooi. En ik wil nog even heel even terugkomen op waar we het net over hadden gehad. Dat jullie zeiden van dat ik niet genoeg aandacht heb gekregen, toch, in de media. Ja. Maar dat vind ik met jou dus ook, Shen. Ja, ik bedoel, zeker. Met alles wat je hebt, je hebt zoveel gedaan. En ik bedoel, ik ben er natuurlijk altijd bij geweest. Ik heb het altijd allemaal gezien. Ik bedoel, we zijn op de Melkweg geweest. Ik was helaas niet in Ahoy, want toen zat ik in Amerika. Maar ik bedoel, je hebt zoveel gedaan. En nu nog. Ik bedoel, je hebt, mijn favoriet is nog steeds Amsterdam. Ik bedoel, waarom horen we die niet op de radio? Eigenlijk is het een heel commercieel nummer. Ja. Waarom horen we die niet? Ja. Dus ik doe echt een shout-out naar al die radioprogramma's. Legend. Echt, weet je. En geef onze mensen credit en probeer mensen niet klein te houden. Ook niet onze eigen gemeenschap. Precies. En dan heb ik het over bepaalde mensen. Weet je, ik bedoel, zet je ego aan de kant. Weet je, en doe wat je moet doen. Want wat goed is, is goed. Zeker. Weet je, en haal je ego eruit. En weet je, we groeien allemaal als mens. Weet je, soms hebben we dingen gedaan toen we jong waren. Of dingen gezegd toen we jong waren. We zijn nu volwassen. Ja, dus dat. Ja, toch? In the building! Oké, dan we gaan eruit zoals we erin zijn gekomen. Wil je nog een shout-out geven, Nancy? Een shout-out naar alle mensen die kijken. En alle mensen hier naar onze ontwikkeling. De mensen achter de camera. Dank jullie wel dat jullie dit gedaan hebben ook. En ik hoop jullie te zien op alle fronten. We zijn er, hè? Dus laat jezelf zien. Doe wat je doen moet voor jezelf. Yes. Mooi. Guljo, wil jij nog een shout-out geven? Nou, shout-out naar Kane. Doofpot. Yes. Doe wat je doet, man. En ik vond het tof om hier te zijn. Ja, man. En blijf dit doen. We hebben vaker over gesproken en ik zie het groeien. Ja, toch? Dus man, als ik kan supporten. Whenever. Zeker, man. We gaan sowieso zitten nog praten erover, man, bro. Zeker. Ja, man. Zeker. En ik wil een shout-out geven aan onze moeder.
Yes! Mama! Okay, dan love, we in the building, still holding it down. En ik wil een shout-out geven aan mijn partner in Shine, Arias. Mijn partner, Martijn, Agneton, André, Mikey, Hoofddorp, what's good homie? Ik wil een shout-out geven aan Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Almere, all over the land of the Dutch. Remember, we cannot be touched. Dit is de podcast nummer 1 Dutch hip-hop podcast, waar de straat met elkaar praat over alles wat ons aangaat, van A tot en met Z. Van je keuken naar je bed, het maakt niet uit. Van een frikandel naar je patatje mat, it's all good. Je triple OG, Sugar King, de doofpot, love in the building. Broja! Yes. My mic, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips on any squad thinking I won't. All I do is catch bricks, I'm raised by the hood, get done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad teams, speed more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow. Brah!